Welkom bij dit webinar Ouderenstoting in complexe omgangsproblematiek. 10 december en wij zijn in Goorlen en u zit thuis. En fijn dat het gelukt is om in te loggen, want het is iedere keer weer hartstikke spannend. En ook al doen we niet anders in deze nieuwe online tijdperk, niet anders loopt altijd vlotjes. Welkom ook namens het regieteam van alsjeuitelkaargaat.nl. Dat is Jetske Zijlstra en Tanja Verstappershoef. Die hebben ook het voorbereidend werk meegedaan om dit vanmiddag samen met onze sprekers een inspirerende en leerzame middag van te maken. Ik ben Bernard Trommelen en ik ben de externe regionale projectleider van de Taskforce Kindermishandeling. En bij het thema Als je uit elkaar gaat, uiteraard erg betrokken, ook vanuit verschillende werkgroepen. In de regio Hart van Brabant zijn er hartstikke veel mensen heel erg betrokken op dit onderwerp. En wij willen allemaal stapjes naar die voorkant maken. Ook naar die preventiekant om te voorkomen dat die complexiteit bij de relatiebreuken ontstaat. En daar hebben we kennis en daadkracht voor nodig. En vandaar ook dat we vanmiddag dat contactverlies tussen kinderen en ouders na een scheiding centraal stellen. En we hopen dat we heel veel inspiratie en kennis op gaan doen om dan ook daarna echt het verschil te gaan maken. Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen? Daar hebben hier zo'n 200 mensen aangemeld. Die zijn nog niet allemaal ingelogd. We hopen dat ze nog uit verschillende afspraken ook bij ons kunnen komen. Camera's, microfoons staan bij iedereen uit, want dan krijg je de presentaties groot op beeld. En vragen kun je stellen via de Q&A-button onderaan in jullie scherm. Jetske en ik volgen alle vragen en we breken dan regelmatig bij de presentatoren in om die vragen namens jullie te stellen. Het webinar wordt opgenomen en dat betekent dat jullie volgende week van ons en de presentaties gaan krijgen en ook een link om het te kunnen terugkijken als collega's ook nog kennis op willen doen of wil zelf nog een keertje terugkijken. Wat we vandaag gaan doen hebben we gisteren nog een keer allemaal per mail naar jullie toegestuurd. Maar we starten met Dilek Oudewassie, wethouder van de gemeente Waalwijk, die tijdens haar opening vertelt van hoe belangrijk het is dat we hiermee aan de slag gaan. Dat doet ze ook in de vorm van een interview met Nicole van Villa Pinedo. En dan hopen we vervolgens van Kees van Leuven allerlei adviezen en oplossingen te krijgen. Willy Marinus van JBB neemt ons mee in de dagelijkse gang van zaken. En dan gaan we naar de preventiekant, want we hebben hier twee pilotgemeentes die bezig zijn met scheidingsloketten. Sanne Abrahams neemt ons mee in hoever zijn we daar, wat gaan we doen en waar staan we. En dan tot slot is onze laatste presentatie door Carla Goossens, die ons weer meeneemt in de nieuwe pilot voor volgend jaar, de gezinsadvocaat. We gaan van start. Ik ga aan Dilek het woord geven en ik hoop dat jullie heel veel vragen gaan stellen. Dus Q&A aan en brand los en wij volgen het met plezier. Dilek, aan jou het woord. Dankjewel, Berna. Allereerst wil ik u allen van harte welkom heten. Fijn dat u in grote getale u aangemeld heeft voor deze webinar. Voor mij een heel belangrijk onderwerp. Ik ben dit thema tegengekomen vooral in gesprekken met onze inwoners, waarbij er aandacht gevraagd werd voor het onderwerp ouderverstoting, een lastig onderwerp bij echtscheidingen. En ook vooral een lastig onderwerp als je op zoek gaat naar op welk moment zou hulp helpen bij dit thema. En wat zou je daar vanuit de hulpverlening aan kunnen doen? Hoe zou je die ouders, hoe zou je die kinderen kunnen helpen om in dat voortraject ouderverstoting, maar niet alleen ouderverstoting, eigenlijk ook in bredere contexten binnen de familie, broers, zussen die elkaar niet kunnen zien, maar ook andere familieleden die door een conflict tussen twee ouders zeg maar verstoten raken van elkaar en het contact met elkaar verbreken. Een heel belangrijk thema binnen de echtscheidingsproblematiek. En in mijn beleving ook een thema waar we meer aandacht aan moeten besteden. Maar vooral op de preventieve kant daarvan. Omdat ik nu vooral de verhalen hoor van mensen waar al een hele hoop aan de hand is. En als je eenmaal ver in de problematiek zit, het heel moeilijk is om weer een terugkeer te maken, om dat weer te corrigeren. En dan zijn er allerlei hulpverleningsinstanties bij betrokken. En waar wij vanuit de regio vooral naar op zoek zijn, is hoe kunnen we preventief het thema ouderverstoting onder de aandacht brengen en het eerder laten erkennen en herkennen, waardoor ouders daar misschien op een andere manier mee omgaan.
Vanuit de regio Hart van Brabant ben ik ook karttrekker op dit thema. En ik ga zo meteen het gesprek aan met een ervaringsdeskundige, met Nicole. En ik ben heel benieuwd wat Nicole ons vanuit haar ervaring kan vertellen op dit thema. Nicole, kom je erbij? Hallo. Nicole, wil je even voorstellen? Yes, ik ben Nicole. Ik ben buddy bij Villa Pinedo, organisatie voor kinderen met gescheiden ouders. En ik ben ervaringsdeskundige als kind. Ik heb te maken gehad met ouderverstoting. Dus ik denk dat het fijn is om daar nu over te kunnen praten en om ook vanuit deze kant het gesprek aan te gaan. Nou, in ieder geval fijn dat je er bent en dat je daar ook hartelijk over wilt praten. Zou je ons eerst even kunnen schetsen hoe oud was je en hoe is dat bij jullie ontstaan? Als het heel persoonlijk wordt, hè? Het is, geef zelf aan waar je grens ligt. Ja. Maar hoe is dat bij jullie ontstaan en op welke manier heb jij dat als kind ervaren? Ik denk dat het bij mij heel erg vroeg al is ontstaan in hele kleine dingen. Ik ben opgevoed met bepaalde overtuigingen over mijn vader, als in de winkel, de zaak is altijd het belangrijkste voor hem, boven de kinderen, zeg maar. In mijn leven is dat eigenlijk altijd waarheid geweest en dat is niet iets, denk ik, wat ik zelf ooit heb bedacht. Dat is natuurlijk wel vaak tegen mij gezegd. Dat was voordat jouw ouders überhaupt... voordat er een scheiding in beeld was. Toen was ik 4 jaar oud, dus dat was wel heel lang geleden. Ja, okay. Dus dat weet ik niet meer precies, maar zolang ik al... Want wanneer zijn je ouders gescheiden? Ja, toen ik 4 jaar oud was. Toen je 4 jaar oud was? Ja, ja, okay. Ja. Toen ik 4 jaar oud was. Okay. En sindsdien heb ik altijd bij mijn moeder gewoond. Okay. En ja, eigenlijk altijd zo'n slecht beeld gehad van mijn vader, dat hij altijd, werken is het belangrijkste en de kinderen komen niet op één. Dus dat is voor mij altijd waarheid geweest. En toen ik, denk dat ik 18 jaar oud was, ik woonde inmiddels bij mijn vader, want ook bij mijn moeder was het een en ander gebeurd, is het daar ook misgegaan en ontstond er best veel ruzie. En als ik daar terugkijk, dan denk ik, de dingen die ik dacht over mijn vader waren echt heel erg bepalend voor hoe die ruzie is ontstaan en hoe het ook verder is gegaan, zeg maar. En inmiddels heb ik het contact met mijn vader weer hersteld. Het is een hele lange weg geweest, zeg maar. En nog steeds is dat niet altijd even gemakkelijk, omdat ik echt overtuigingen heb ontwikkeld die niet in zijn voordeel zijn. En wat ik daar eigenlijk over wil zeggen is dat het heel belangrijk is geweest voor mij. Ik heb uiteindelijk een tijdje dus geen contact met hem gehad. Hoe lang was dat? Ik denk 2-3 jaar, zoiets. Ja. Geen contact met je vader gehad? Nee. En was er ook een periode met je moeder of alleen met je vader? Mijn moeder een hele korte periode. Okay. Ja. Dus je hebt met beide een periode gehad waarbij je geen contact met een van beide ouders. Ja, ook nog met andere familieleden? Ja, mijn zus heeft mij een tijdje niet willen zien toen ik mijn vader niet zag. Oké. Okay. Ja. En verder met iedereen. Ja. En hoe voelde dat? Want je zus die staat natuurlijk op een andere plek dan je vader of je moeder. Want die hebben ruzie met elkaar. Ja, die gaan uit elkaar. Maar je zus... Ja, dat was echt een grote afwijking. Ja. Eigenlijk was er ook geen ruimte buiten, binnen de hele situatie om ook dat nog te verwerken en te voelen. Maar ja, dat voelde echt wel zo van... Ja, we zijn er niet voor elkaar. Ja. En waarom wijs je mij af, terwijl er niks tussen ons is? Want zij is ouder dan je. Ja. Okay. Ja. Ja. Als je terugkijkt op die periode dat je dus geen contact had met je ouders. Mm-hmm. Wat deed dat met jou als kind? Hoe oud was je toen? Toen ik geen contact had? Ja. Yeah. Dat was toen ik 18 jaar. Toen je 18 was? Ja, okay. ja. En wat deed dat met jou? Dat was best wel lastig. Ik zat heel vaak in de strijd tussen, papa houdt wel van me, papa houdt niet van me, want waarom komt dit zo ver, zeg maar. Dus dat heeft me heel vaak heel verdrietig gemaakt. In principe had ik wel echt de overtuiging van, hij houdt niet van me, omdat dit zo is gegaan zoals het is gegaan. Ja. Ja. Waren er hulpverleningsinstanties bij jullie in beeld tijdens de scheiding? Geweest, ja. Maar niet per se gericht op de scheiding. Nee, oké. Okay. Nee. Als je nu, vanuit jouw ervaring, hè, want je was vrij jong toen je ouders uit elkaar gingen. Klopt. En toch nog op een behoorlijke leeftijd toen je met ouderverstoting te maken kreeg. Ja. Als je nu ook
met, ja, je hebt gehoord hoe wij erin staan en ja. waar wij vooral naar op zoek zijn, ja. de preventieve kant. Ja. Hoe kunnen we nou voorkomen dat het thema ouderverstoting er is? Vanuit jouw ervaring, wat gaat er volgens jou moeten gebeuren? Ja, dat is een hele goeie, hè? Wat zou jou geholpen hebben? Wat heeft mij geholpen? Dat is natuurlijk altijd achteraf. Ja, natuurlijk achteraf. Nou, ik denk, als ik kijk naar in mijn preventief misschien, dan was het wel heel fijn geweest als er iemand was die echt naar mij had geluisterd. Er waren heel veel mensen die luisterden, maar die luisterden ook om te reageren. Dus die wilden hun eigen mening geven. Of het was dan weer iemand aan de kant van, die aan die kant stond en die daar een bepaalde kant op wilde, zeg maar. Dus ja, ik denk dat ik wel nodig had dat iemand de juiste vragen aan mij kon stellen. En die ook daardoor heen kon prikken dat overtuigingen die ik had niet per se van mezelf waren. Toen ik een paar maanden voordat ik het contact heb hersteld, vroeg ik mezelf af, waarom ben ik eigenlijk boos? En is die boosheid wel van mij? En toen ging er wel iets gebeuren, ja. En toen besefte ik wel, ja shit, die boosheid is niet van mij. Die is van mijn zus, van mijn moeder. Van... Ja, hoor je mij nu wel? Oké. Dus toen besefte ik wel echt van, ja shit, dit is niet... Maar hoe kwam je tot dat besef? Heb je dat zelf bedacht? Of ben je daarin geholpen? Of, nou, ik ben betrokken bij Villa Pinedo. Daar zet je je eigen ervaring in natuurlijk. Waardoor je ook wel veel daarover nadenkt en daarmee bezig bent. Mm-hmm. En ik heb ook een keer met iemand gesproken. En ik hechtte best veel waarde aan wat zij zei. En zij heeft tegen mij gezegd, je hebt allebei ouders nodig. Dat is eigenlijk het enige oordelende wat ze heeft gezegd. En verder heeft ze altijd naar mij geluisterd en voor mij voor achter mij gestaan. En dat is wel altijd in mijn achterhoofd gebleven toen ik geen contact had met mijn vader. Dat ik dacht, ja, ik weet wel dat ik hem eigenlijk nodig heb. En daardoor is het wel altijd een beetje in mijn achterhoofd gebleven. En ja, ik denk wel dat er inderdaad ook iemand was die vraag aan mij had kunnen stellen, een professional. Ja. Van, hè, wat is die boosheid, waar komt die vandaan? En ja, daarvoor is er wel heel veel achtergrondinformatie nodig. Om die problematiek te begrijpen, zeg maar, om daar doorheen te spreken. Ja. Want ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik ben boos, want papa is altijd aan het werk. Ja. Maar dat is misschien niet helemaal alleen mijn gedachte en gevoel, zeg maar. En neem je ouders daarin kwalijk? Hadden zij daar iets anders in moeten doen? Ja, ik neem hen dat soms wel kwalijk. Mijn ouders hebben vooral ook gehad voor hun eigen gevoelens en emoties. En ik heb me heel erg uit het oog verloren gevoelens, zeg maar. Ja. En soms nog steeds. Het is nu bijna kerst. En eigenlijk is het altijd zo dat we eerst kerst bij mijn moeder zijn en tweede kerst bij mijn vader. En een van de twee heeft dat ineens aangepast. En dan ben ik degene die in een spagaat zit. Ja. Dus ja, dat vind ik wel heel erg lastig. Dat ze zoveel met zichzelf bezig zijn, dat wij dan vervolgens de dupe daarvan zijn. Dus ik heb op een gegeven moment ook gezegd, ja, dit is ineens anders dan gepland. En voor één ouder maakt het niet zo uit, die kon het best wel nog omdraaien. Mm-hmm. Maar toen zei die ouder, ja, maar dit is niet mijn probleem eigenlijk, want die ander die doet dat. Ik zeg, ja, maar ik ben de dupe en niet jullie. Dus ja, wat dat betreft zitten ze ook zelf met elkaar niet echt lekker. En, ja. Hoe ging het op school? Is er op school wel eens over gesproken over dit thema? Mij niet. Okay. Ik ben altijd een heel stil meisje geweest, heel erg in mezelf. Ik zag echt aan mensen, docenten, maar ook ooms en tantes, dat ze wel zagen dat ik niet lekker in mijn vel zat. Maar ik heb wel een beetje gemist van, hey Nicole, ik zie dat. Wat is er aan de hand met jou? Die vraag is jou niet gesteld. Nee, en ik weet zelfs één keer gesteld op de middelbare school door een docent. Toen heb ik wel iets gedeeld van, ik woon bij deze ouder, maar ik wil bij de andere delen en ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar daar bleef het ook bij, dus het was ook wel een beetje een gemiste kans. Ja. Ja. En ik kan me heel voorstellen dat het heel moeilijk is om... Ja, hoe ga je zo'n gesprek aan? Want een kind beseft zelf ook niet zo heel goed wat er allemaal aan de hand is. Ja.
Maar de juiste vraag had me wel kunnen helpen. Ja. Ja. En nu vanuit jouw rol bij Villa Pinedo, want jij bent nu buddy bij Villa Pinedo en er komen andere kinderen bij jou met dit soort vragen. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Wat adviseer jij ze? Wat ik vooral doe is er zijn. Dus wat we vaak zeggen, we zijn vuurtorens. Je bent er, je hebt een lampje die constant staat te draaien, zeg maar. Mm-hmm. Dus je kunt, die boten hebben iets aan je, maar komt niet heel vaak een boot aan, zeg maar. Dus wij laten wel echt zien van, we zijn er voor je, je hoeft het niet alleen te doen. En ik adviseer altijd vanuit een eigen ervaring. Dus als een kind zegt, ja, ik heb moeite met mijn stiefmoeder, dan zal ik vaak een korte ervaring delen van, hè, dit heb ik meegemaakt en zo ging ik ermee om. Of ik zeg alleen, en dat vond ik ook shit. Ja. Dat kan ook. Ja. Dus maar dat ze ook die erkenning krijgen, zeg maar, en herkenning, dat ze zich niet alleen voelen. En als ze aangeven dat ze geen contact hebben met een van de ouders of een van de familieleden, en ze geven aan van, goh, wat zou ik daarmee moeten doen? Want ik gaf net aan in jouw verhaal van, ik had heel erg de behoefte dat iemand mij die vraag stelde. Stel jij die vragen nu wel? Ik doe dat wel altijd heel voorzichtig, dus ik zal wel altijd sowieso gewoon luisteren naar het kind en het verhaal laten delen. Want het is wel echt de beleving van het kind op dat moment. Dus je kunt niet gaan zeggen, nee, maar dat ben jij niet die dat denkt. Of, hè, nee, precies. Dus daar moet ik dan wel heel voorzichtig zijn. Maar als ik een Bobby noemen ze de kinderen in de chat heb die wat ouder is, dan kan ik wel een vraag stellen van, hè, heb je misschien het gevoel, of misschien, hoe praat papa daarover? Of hoe praat mama daarover? Ja. Dus ik zou wel een beetje zoeken daarnaar. Maar mijn rol is vooral er zijn. Ja. Dus, ja. Maar is het ook wel dat je ze wellicht stimuleert om die vraag aan iemand in hun omgeving te stellen? Ja, zeker. Dat, ja, okay. Ja. Dus ik zeg altijd wel, ik heb een hele fijne goede psycholoog gehad. Heeft me echt geholpen om erover te praten met iemand die daar ook verstand van had. Ja. Dat is wel wat ik vaak zeg. Ja. Is voor iemand in je omgeving waar je hiermee over praat, is er een oom, een tante of een buurman die je vertrouwt, een volwassene, zeg maar. Ja. En een professional soms. Ja. En dat moet ze natuurlijk zelf gewoon willen. Nou, ik vind het echt geweldig werk wat jullie doen. En ik hoop vooral ook vanuit jouw ervaringen dat je ook andere kinderen daarin wil helpen. Ja. Dankjewel voor je openhartige verhaal. Yes, graag gedaan. Ik ga nu het woord geven aan Kees van Leuven. En die zal ons wat vertellen over mogelijke oplossingen en oplossingsrichtingen op dit thema. Kees. Dankjewel, Dile. Ja, Nicole, ik wil nog even mijn waardering uitspreken voor wat jij voor al die mensen, kinderen doet namens Villa Pinedo. We hebben het expertteam ouderverstoting ook ontzettend veel plezier van gehad. Dus dank aan Villa Pinedo daarvoor. Ja, ik ben Kees van Leuven. Ik ben op dit moment rechter in het Hof in Den Bosch, familiezaken. Maar het grootste deel van mijn werkzame leven was ik advocaat en forensisch mediator. En daar gaat een stukje vandaag eigenlijk ook over. Ik wil eerst met jullie terug naar het verleden, omdat de plaatsbepaling van de scheiding in onze maatschappij van belang is. En ik ga eerst naar 1838, schrik niet, het eerste burgerlijk wetboek. En daar stonden de gronden in voor de echtscheiding. Er waren vier: overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling wegens een misdrijf tot een vrijheidsstraf van 4 jaar of langer. En de laatste: zware verwonding of mishandeling door de ene echtgenoot tegen de andere. Nou, zul je zeggen, waarom zegt hij dat? Tot welk jaar denken jullie dat dat actueel is geweest? Schrik niet, tot 1971. Datzelfde burgerlijk wetboek van 1838 bepaalde dat het ouderlijk gezag over kinderen doorliep. En jullie weten misschien ook dat ouderlijk gezag pas in 1898 weer door is gaan lopen. Dus er is ergens een knik geweest. In 1905 heeft de Nederlandse regering en de Kamer besloten om het gezamenlijk gezag bij echtscheiding te verbreken. En Nederland was daar alleen in, Frankrijk heeft het niet gedaan, België heeft het niet gedaan. En wat waren nou de gronden? Er kwam een voogdij, een toeziende voogdij. En er waren ook hele sterke gronden om te zeggen, er moet dan ook een bezoekrecht gevestigd worden in 1905, maar ook dat is niet gebeurd. Want onder het oude recht, na de scheiding, tot 1905, ging de vaderlijke macht door,
ging vooral over het geld, maar de moeder had de zorg. Nou, de regering zei, nee, samen na een echtscheiding dat doorzetten, dat kan niet. Mensen moeten uit elkaar en dan moet het ook afgelopen zijn. En waarom geen bezoekrecht? Voogdij is absoluut en kan niet gedeeld worden. Bezoekrecht is een oorzaak van toename van scheidingen. Bezoekrecht wordt een bron van twist. En degene die scheidt, schrikt niet, neemt de kwade kans om de kinderen nooit meer te zien. Dat werd gewoon in de Tweede Kamer openlijk gezegd tegen de volksvertegenwoordigers en die hebben dat gevolgd. Dus er kwam ook in 1905 geen bezoekrecht. Nou, we weten dat in 1971 het scheidingsrecht drastisch veranderde. Als je dan wilde scheiden, was het voldoende om bij de rechter te stellen dat je huwelijk duurzaam is ontwricht. Dat is dus nog steeds zo. Geen overeenstemming meer vereist met de andere partner, geen grote leugen. En die radicale verandering, die paste goed in de tijdgeest. De huwelijksband is een vrijwillige keuze en scheiden moet kunnen. De schuld speelde geen rol meer. Maar andere waarden veranderden ook in onze samenleving. Betaald werk, ook voor moeders. Vaders claimden een rol in de opvoeding. En kortom, de samenleving zette veranderingen in die ook maakten dat de scheiding moest veranderen. Maar zou je zeggen, komt er dan in 1971 ook een bezoekrecht? Nee. Nog steeds werden diezelfde oude argumenten van toen aangevoerd om het tegen te houden. Ondertussen zegt het Europese Hof in de jaren 70 dat de wetgever, de regering, er alles aan moet doen om de band tussen een ouder en een kind in stand te houden, zodat het kan voortduren. Maar ook dat heeft onze wetgever niet tot inzicht gebracht. Dat gebeurde pas in 1990. Toen kwam er een recht op omgang. En scheiden was in onze samenleving in de eerste plaats een juridisch proces. Pas in de jaren 70 ontstond het inzicht dat het scheidingsproces ook in psychologisch opzicht aandacht behoeft. Zo is er van 1982 tot 1987, en ik zeg dat omdat het het was een zwaluw toen in de lente, een bureau echtscheiding geweest in Groningen onder leiding van Donald McGillivray. En daar waren het een psycholoog, een pedagoog en een jurist die de ouders ontvingen, die met kinderen spraken en die zorgden dat scheiding in goede banen werd geleid. We hebben nu de gemeentelijke loketten, de echtscheidingsloketten. Dus we zien dat wat toen in gang werd gezet, nu pas eigenlijk echt wordt opgepikt. Vanaf de jaren 70 kwam er ook mediation. Het was Peter Hoefnagels en het was ook Donald McGillivray die ieder hun eigen manier van bemiddelen inzetten. Zij waren absolute voorlopers. De advocaten gingen in eind jaren 80 met McGillivray in zee en zo ontstond de vereniging Advocaat Scheidingsbemiddelaars. Maar problemen rond omgang en contact bleven hardnekkig bestaan. Er ontstonden in de jaren 80 initiatieven als begeleide omgang. Borg in Maastricht was de eerste. Scheiding en scheidingsbegeleiding kwamen in toenemende mate in de belangstelling. En we zien dat dan ook de invloed van andere beroepsgroepen in het scheidingsveld gaat toenemen. Gelukkig, met name die van psychologen en orthopedagogen. De afgelopen 20 jaar ontstaat dan een toenemend aanbod van scheidingshulp. Van zeer diverse aard, ook weer te divers. Van professionals die zich op het kind richten, tot en met financiële adviseurs van allerlei allooi. Met een gevarieerd pakket van dienstverlenende aanbiedingen. En ook het aanbod op het gebied van scholing en training van scheidings- en omgangsbegeleiding is enorm gegroeid. De kinderombudsman heeft in 2014 voorgesteld om mediation bij scheidingen verplicht te stellen en een vergoeding te laten subsidiëren. En sinds de invoering van de jeugdwet, 2015, daar zijn jullie waarschijnlijk allemaal mee bekend, wordt veel psychosociale en psychische hulp aan kinderen en gezinnen bij scheiding geboden en gefinancierd, nu dus door de gemeente. Waar staan we nu? Via scheiden zonder schade zijn de gedachten over gemeentelijke echtscheidingsloketten en de rol daarin van een gezinsmanager aan het uitrollen. Ook is er nu de aansluiting van de procedure bij de rechter in testvorm. Die is gereed. Daar gaan we in het voorjaar van volgend jaar mee starten in Oost-Brabant en Den Haag met formulierenprocedure. En in West-Brabant is door het samenwerkingsverband van Hart van Brabant ook hard gewerkt aan een route. Het expertteam ouderverstoting, waar ik deel van uitmaak, heeft in zijn tussenrapportage in juni van dit jaar erop gewezen dat er een probleem zit in die procedures. Die worden voorzien in Den Bosch en Den Haag. Het vrijwillige karakter ervan.
Want we gaan het nog hebben over die meest complexe zaken. En we weten allemaal dat juist in die meest complexe zaken vrijwilligheid een enorm probleem is. Een van de ouders die wil op een gegeven moment niet meewerken, gaat afhaken, begint überhaupt niet aan iets wat nodig is. En dat kan dus zolang alles op vrijwilligheid gebaseerd is. En ten einde dat probleem te ondervangen, heeft het expertteam de minister in die tussenrapportage geadviseerd tenminste op een paar plekken in Nederland een proces moeten voor te schrijven waar ouders zich niet aan kunnen onttrekken. En daartoe zou de gezinsadvocaat kunnen dienen. En de plek van een van die pilots zou hier Hart van Brabant kunnen zijn. En zo direct gaat Carla Goossen daar nog een verhaal over vertellen. Nou, wat is nou zo'n complexe zaak als een ouderverstoting? Ouderverstoting kan worden gezien als de ernstigste vorm van contactverlies dat optreedt ten gevolge van ouders die er na een relatiebreuk niet in slagen hun gezamenlijk ouderschap op de rails te krijgen. En bij ouderverstoting gaat het kind dan een van die ouders afwijzen en, dat is dus echt, dat hoort erbij, de ouders slagen er daarbij niet in op één lijn te komen. Die twee elementen dus, die afwijzing door het kind en de onenigheid tussen de ouders over de oplossing, die maken zo'n kwestie tot een ouderverstotingszaak, zoals we die in de praktijk veelvuldig helaas tegenkomen. De bestaande route, die ik zo nu ken, die wordt gekenmerkt door een enorme variëteit aan aanbod van hulp en interventies. Van alles wordt geprobeerd, van het inzetten van mediation tot en met een ondertoezichtstelling en zelfs een uithuisplaatsing. Advocaten starten de ene procedure na de andere. We zien bodemprocedures van rechtbank naar het hof gaan, zelfs naar de Hoge Raad, weer terug en ook weer opnieuw starten bij de rechtbank. En daartussendoor zie ik dan ook nog een enorme hoeveelheid kort gedingen in één en diezelfde zaak plaatsvinden. En de tijd verstrijkt. Voor het kind is het verloren tijd. Voor de ouders is het verloren tijd. Stress en spanningen blijven de gezinslevens domineren. Welzijn maakt plaats voor depressies en andere negatieve effecten, zoals baanverlies, onvermogen relaties aan te gaan en last but not least, soms een definitieve breuk van een kind met zijn ouder. Zorg en recht opereren in die zin naast elkaar, dat er weinig afstemming is te zien. Heeft de rechter zijn ding gedaan, dan gaat de zorgkolom ermee aan de slag. En wat zien we in de aanpak? De uiterste, de koninklijke weg van de rust voor het kind, waar Ed Spruit destijds de geestelijke vader van was, aan de ene zijde van het spectrum, en de uithuisplaatsing van het kind bij de andere ouder met een beoogde tijdelijke verbreking van het contact van het kind met de oorspronkelijke zorgouder, aan de andere kant. Het Nederlands Jeugdinstituut steunde in zijn voormalige richtlijn de koninklijke weg. Inmiddels is dat niet meer zo. De nieuwe richtlijn kiest nu een voorzichtige benadering van ouderverstoting. Men concludeert dat er te weinig onderzoek is gedaan om ouderverstoting als zodanig te erkennen. Maar we zien in de praktijk nu wel dat er erkenning is van dat probleem. Maar er is geen consensus over de aanpak die naar de gewenste oplossing leidt. Het expertteam ouderverstoting is gevraagd om aanbevelingen te doen over de gewenste aanspraak van ouderverstoting. En dat expertteam is ingesteld op basis van een motie die in de Tweede Kamer is ingediend. En de minister heeft die motie uitgevoerd en het expertteam anderhalf jaar geleden in het leven geroepen. Het expertteam heeft zijn werkzaamheden nagenoeg afgerond. En de verwachting is dat de minister het rapport voorzien van een begeleidende brief in januari aan de Tweede Kamer zal gaan presenteren. En dat betekent, helaas, dat ik nu nog niet uit dat rapport kan citeren. Maar wat ik wel kan doen, ik kan over mijn eigen ervaring spreken. Een binnen de ouderverstotingszaken ernstig probleem vormt de beschuldiging van incest en mishandeling geuit door de ouder jegens de andere ouder. In de jaren 90 kwam het vaak voor dat vaders op basis van die beschuldigingen volkomen onverwacht met een strafzaak werd geconfronteerd met gevangenisneming als startpunt. In vrijwel al die gevallen werden de strafzaken voortkomende uit de relatiecrisis later geseponeerd. De Lancé-zaak, de politieagent in Texel, des van destijds is landelijk bekend geworden. En onlangs, in november, is het boek van Monique Meulemans, Emotioneel Gevangen, verschenen. Haar partner heeft in zo'n geval gevangen gezeten en is zijn contact met de kinderen definitief kwijtgeraakt. Eind jaren 90 is het Landelijk Expertisebureau Zedenzaken actief geworden.
officieren van justitie konden en kunnen zaken als deze ter beoordeling aan dit expertisebureau voorleggen. In diezelfde jaren 90 startte ik mijn mediationpraktijk, later forensische mediationpraktijk. Dat wil zeggen dat ik dan de rechter informeerde over het verloop, wat er gebeurde. Waarin ik me juist ook toelegde op dit soort ernstige zaken. En voor mij, en dan komen er toch een paar tips, was en is uitgangspunt: confronteer de ouders in een gesprek waar ze samen aanwezig zijn, met elkaar, door hen hun verhalen naast elkaar in tijd synchroon opbouwend te laten doen. Dus je begint bij het begin en je eindigt bij de crisis. Het is verbluffend wat daar dan uitkomt. Ik beschreef mijn ervaring in een artikel dat in 2001 al werd gepubliceerd. Relationele aanpak voorop bij incestaangifte na scheiding. Twee gevallen. Een vader en een moeder en drie kinderen, toen 5, 7 en 9. Ouders hadden hun 12,5 jaar huwelijk net gevierd. Het weekend daarna tikt de vader de moeder op de schouders en zegt: ik ga bij je weg. Zijn koffers had hij al gepakt en hij vertrekt op dat moment vanuit de echtelijke woning rechtstreeks naar zijn vriendin, van wiens bestaande echtgenote niets wist. Via de twee advocaten en een verwijzing door de rechter kwamen de ouders toen bij mij. Er lag inmiddels een incestbeschuldiging op tafel. De vader zou de jongste, dat was een meisje, samen met zijn partner misbruiken. Dat hadden de oudste kinderen, twee jongens, door het sleutelgat gezien. Tijdens de gesprekken met ouders ontstond er een stevige relatie van mij uit met de ouders individueel, zowel moeder als vader. Moeder handhaafde de beschuldiging. Er was geen contact meer tussen de vader en de kinderen. Zij deed, onder invloed van de gesprekken die we voerden, echter geen aangifte. Moeder was via haar huisarts wel verwezen naar specialistische hulp. In dit geval een gezinsopnamekliniek in Barendrecht. Die heet nu Julius en die bestaat nog steeds. De psychiater die moeder en de kinderen zou laten opnemen ter behandeling, want het systeem van moeder was door het wegvallen van vader toch ook verzwakt, die vroeg om een onderhoud met mij. Dat kwam er met toestemming van beide ouders. En de psychiater verzocht mij de vader ertoe te bewegen, lijkt heel erg ingewikkeld, maar geen druk op de omgang te zetten. Controversieel is dat. Ik zou de uitslag krijgen van de behandeling via de moeder. Ik heb daarover met de ouders gesproken en dankzij de vertrouwensrelatie die was opgebouwd, die is dus gewoon erg belangrijk, was vader bereid de zaak even te laten rusten. Na enige maanden, want voor zo'n opname plaatsvindt gaan er weken heen en dan komt de opname zelf nog, kwam moeder weer in gesprek. Ze stond nu achter opstart van de omgang en zo is het ook geschied. En de incestaanklacht verdampte. De tweede zaak. Ik werd gebeld door de president van de rechtbank of ik twee ouders in mijn spreekkamer zou willen ontvangen. De vader zat in de gevangenis, beschuldigd van incest met zijn 11-jarige dochter. Haar vagina bleek na een omgangsweekende beschadigd. De moeder was direct naar de politie gestapt. En vader werd nog diezelfde week volkomen onverhoeds in hechtenis genomen. Ouders waren nog maar net uit elkaar. De vader werd bij mij binnengebracht door twee agenten in Burg. Met handboeien om, geen veters in schoenen. De moeder verscheen ook. De rechercheurs wachten in de hal en ik sprak met beide ouders. Via de geschiedenis van de relatie kwamen we op het weekende waarin het incident had plaatsgevonden. Vader vertelde dat hij in dat weekende met zijn zus en zwager en hun dochter, ongeveer even oud, naar de speeltuin was gegaan. En in die speeltuin hadden die meisjes geschommeld op een zogenaamde apenschommel. We hebben contact gezocht met de zus en het misverstand werd snel opgehelderd. Maar vader moest nog enkele dagen in hechtenis doorbrengen voordat die hechtenis werd beëindigd. En de gesprekken met deze ouders verliepen daarna voor mij veel en veel en veel lastiger. Ik ben er eigenlijk niet goed mee uitgekomen. De hechtenis had bij de vader zoveel wonden geslagen. Het trauma dat hij had opgelopen stond een afwikkeling van zaken in de weg. En de weg naar een goed ouderschap, die was eigenlijk niet meer te vinden na die strafrechtelijke interventie. Twee zaken die model staan voor vele zaken die ik de jaren dat ik advocaat en mediator was, heb zien passeren. En de lessen die ik uit die zaken trek. Ga altijd in gesprek met de ouders. En, indien ook maar enigszins mogelijk, met beide gelijktijdig, tenminste enige keren om goede tijdslijnen te maken. Die zijn ongelooflijk belangrijk. Vermijd in die fase van de relatiecrisis inmenging van strafrecht. Tenzij, en natuurlijk, dat moet ik erbij zeggen, objectieve aanknopingspunten zijn
die de inzet van het strafrecht gewoon onvermijdelijk maakt. Maar niet een aanklacht van een van de ouders. Ga op zoek naar passende, in deze gevallen steeds tweede lijns hulpverlening. Zoals psychotherapeutische, dan wel psychiatrische begeleiding. Gewone mediation en eenvoudige hulp sluiten vaak niet goed aan bij de noden van deze ouders in complexe gevallen en hun kinderen. En wat kenmerkte nou mijn gesprekken? Ten eerste steeds met ouders tezamen. Ten tweede dat steeds met de ouders individueel een hele goede relatie werd opgebouwd. En ten derde een tijdsduur. Een tijdsduur van de gesprekken van tenminste 9 maanden, soms wel 2 jaar. De duur van de gespreks-, behandel- of toezichtsrelatie is van wezenlijk belang voor het behalen van resultaten. Wisseling van de gespreksleider of de manager van het geheel is onwenselijk, tenzij, hè, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen als de verhoudingen ernstig vertroebeld raken, dan moet je iets doen, maar probeer te vermijden dat de vertrouwenspersoon voor de ouders wegvalt. En hoe zit het met het kind? Ik hoorde het Nicole zeggen. Het kind heeft recht op een eigen gesprekspartner, geschoold en getraind in dit soort zaken. Vanuit heling gericht op de ouders, kan ook heling gericht op het kind worden ingezet. We weten dat het kind veel minder goed zal kunnen helen wanneer de ouders verdeeld blijven. En we horen van Nicole dat zelfs bij verdeeld ouderschap, ook dan heling van het kind, met die andere ouder die het even niet ziet of helemaal niet meer ziet, toch nog mogelijk is. Nou, wat we het nu in dit gesprek nog niet over hebben gehad is drang, dwang en handhaving. En dat zijn onderwerpen waarover ik ook heel veel zou kunnen vertellen, maar dan moet ik tot mijn spijt nog wel even verwijzen naar het rapport van het expertteam, want daar staat daarin heel veel en heel veel interessants te lezen. Ik zou het hier even bij willen laten. Dankjewel Kees. Even op afstand. De vragen die ik jou even voor wil leggen namens onze deelnemers, is het woord ouderverstoting vind ik mijn hart klinken. Ja. Is daar bewust voor gekozen en waarom niet voor de vriendelijke vorm? Oudervervreemding. Oké. Okay. Ja, de terminologie daar besteedt het expertteam in zijn rapport ook veel aandacht aan. Ik heb nu het woord ouderverstoting gebruikt, omdat het ook in het verzoek aan mij zodanig is gepresenteerd. Zou je het over ouderverstoting willen hebben? En ik ben het met de vraagsteller eens dat ouderverstoting een lastige term is, die heel veel associaties oproept die we ook liever zouden willen vermijden. Dus. Ik zou zeggen, lees straks wat het expertteam daarover zegt. Er komt ook geen definitieve oplossing voor welke term dan ook, want dat is zeer ingewikkeld. Maar er zijn zeker vraagtekens bij de term ouderverstoting te zetten. Ik stel je nog een vraag namens Cindy. Cindy zegt van de Nicole opmerking van je hebt beide ouders nodig is heel helpend. Maar wat kan je doen als een kind in de overtuiging is dat de partner van moeder meer een vaderfiguur is dan de biologische vader? En dat dus niet de biologische vader daarom niet wil zien. Ja, dat is natuurlijk een van de kernvragen, ook in die ouderverstotingszaken. De aandacht dient allereerst te worden gericht op die twee ouders en ook eventueel de partner van de moeder. Om te kijken of daar enige verandering in hun houding ten opzichte van het ouderschap mogelijk is. Dat zij gaan erkennen dat de vader en de biologische vader en de moeder natuurlijk de ouders zijn. Tweede punt is dat je een kind door psycho-educatie en hulpverlening en er de juiste vertrouwenspersoon aan toe te voegen, ook in de loop der tijd tot andere inzichten kunt brengen. We hebben het eigenlijk Nicole horen vertellen, hè? Pas later kreeg ik een ander inzicht in de situatie. Op het moment dat de crisis nog vol speelt, krijg je kind niet makkelijk van die overtuiging af als de ouders in die overtuiging blijven. Dat is wat ik er denk ik op dit moment over kan zeggen. Ik heb nog een laatste vraag voordat we naar de volgende spreker gaan. Kunnen nog tips gegeven worden hoe je ouders bij elkaar kunt krijgen? En lukt dat altijd? Vraag eerlijk. Ja, dat is een goede vraag. Lukt niet altijd. Mijn tip zou zijn, zorg dat de rechter het faciliteert. Dus als je het echt heel belangrijk vindt, het is een ingewikkelde zaak, dan zal de rechter er toch wel op de een of andere manier al bij betrokken zijn. Als ik als rechter nu, mijn rechterlijke functie tegen ouders zeg, luister, u hebt samen dat gesprek bij de hulpverlening of bij de gezinsvoogd aan te gaan, dan zullen ze het waarschijnlijk gaan doen. Ze komen ook samen bij mij naar de zitting. Als een ouder vraagt om apart te worden gehoord, wijs ik het eigenlijk altijd af, tenzij zo'n ouder bijvoorbeeld zo ernstig mishandeld is door de vader, met een strafrechtelijke aangifte, veroordeling en alles bij, bijvoorbeeld. Hè. Dan zeg ik van ja, hier heb ik begrip voor.
deze vrouw even niet meer geconfronteerd wil worden met die man. Maar verder, altijd samen. Altijd samen. Maar hier heb ik een vraag van, wat raad je een vader aan die zijn kind al jaren niet ziet? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou willen zeggen, lees het rapport van het expertteam direct goed, want daar staat een compleet ander verhaal in over handhaving dan zoals we het nu kennen. En of het allemaal werkelijkheid zal worden in Nederland, weet ik natuurlijk nog niet. Maar we komen wel met dingen die in deze situatie zou kunnen helpen als ze daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. Kom ik even op afstand toch bij jou en Wil. Dank je wel, Kees. Ja, heel boeiend. We gaan nu op zoek naar onze volgende spreker. Die is niet hier live aanwezig. Dus we gaan verbindingen proberen te zoeken met Willy Marinus van het JBB. We moeten ook haar presentatie even opstarten hier. Dus ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben dat we dat allemaal proberen voor elkaar te boksen. En blijf vooral vragen stellen. Want ik heb niet alle vragen die aan Kees gesteld werden nu kunnen behandelen. Dat hopen we misschien straks ook nog even aan het eind van de sessie te kunnen doen. En anders dan krijgen jullie dat in ons verslag volgende week uiteraard ook toegestuurd. Goed zo. Succes! Dankjewel. Ik ben dus van de jeugdbescherming, jeugdbescherming Brabant. Ons is gevraagd om iets te vertellen over hoe wij binnen de jeugdbescherming met ouderverstoting omgaan. En of we handvatten hebben die anderen ook kunnen helpen. Wij zijn begonnen binnen de jeugdbescherming. Wij werken volgens de aanpak bij complexe scheidingen. Ik weet niet of dat bekend is bij jullie. De aanpak complexe scheidingen is ontwikkeld met veel GI's onder regie van Jeugdzorg Nederland. Wij zijn met een doorontwikkeling ook gestart. En als het goed is, zijn er al een aantal dingen opgeleverd. Jullie hebben waarschijnlijk ook gezien dat er een app is ontwikkeld vanuit de aanpak bij complexe scheidingen. Die ook beschikbaar is voor het voorliggend veld. Dus waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Binnen de jeugdbescherming in Brabant werken wij volgens een werkproces. En dat is de volgende sheet. Daar komt er iets meer van. Kan ik er iets meer over vertellen. Voor ons is ouderverstoting zien wij als een loyaliteitsconflict van het ergste soort. Driessen zegt dat ook. Je ziet daarin... vooral dat het een verdedigingsstrategie is van het kind om met een loyaliteitsconflict om te gaan. Het kind zit over het algemeen klem tussen de waarheid van zijn ouders en kan dat innerlijke conflict eigenlijk alleen nog oplossen door de mening van de ouder die verstoot over te nemen en de ander te verwerpen. Het respect van de ene ouder wordt ook steeds meer afgebroken en wordt weerstand opgebouwd om tijd door te brengen met die andere ouder. En uiteindelijk gaat het kind daar ook zelf aan meewerken, aan het buitensluiten van de andere ouder. Wat wij doen als wij starten met een casus binnen de jeugdbescherming, dan gaan we altijd gaan we eerst een aantal zaken bij elkaar zoeken. Wat belangrijk is of er een zorg- en opvoedregeling ligt en vooral of die bekrachtigd is door de rechtbank. We vinden het belangrijk om te onderzoeken of er een ouderschapplan is. Ook wat is de opdracht van de rechtbank? Wat krijgen we mee? Wat zegt de Raad voor de Kinderbescherming? En wat ook belangrijk is, welke hulp is al ingezet? Want vaak, we weten allemaal, de beste mediators in het land worden ingezet. En als alles is mislukt en niets meer werkt, dan komen wij. En wij hebben helaas geen toverstafje, dus wij hebben ook heel veel informatie nodig. We gaan ook in gesprek met ouders en ook met kinderen. En wat Kees ook zegt net, dankjewel Kees voor een mooie inleiding van het verhaal van ouderverstoting. Zeggen wij ook dat ouders gezamenlijk op gesprek moeten komen. Ze moeten bij ons sowieso gezamenlijk starten, omdat wij ze uit willen leggen wat we gaan doen in een ondertoezichtstelling. En wat we van hen verwachten en wat ze van ons kunnen verwachten. We werken langs een proces. Dat proces is met een stappenplan. Dat is vooral bedoeld ook voor de handelingsverlegenheid van onze werkers. Want er gebeurt zoveel in een complexe scheiding. Dat je op een gegeven moment nog alleen maar bezig bent met brandjes te blussen. En door alle hectiek die rond de scheiding plaatsvindt, wordt het kind uit het oog
nou ja, zien we het kind soms niet meer staan. En daarom werken we volgens een werkproces. En dat is dan geen blauwdruk, maar toch om in de gaten te houden, doen wij nog wat nodig is voor het kind. We weten namelijk ook dat we ouders vooral nodig hebben om de situatie te veranderen. Het kind wordt onder toezicht gesteld, maar we moeten vooral met ouders aan de slag die eigenlijk niet meer met elkaar willen samenwerken. Dus het is een ingewikkeld proces waar we voor komen te staan. We hebben in onze doorontwikkeling van de complexe scheiding hebben wij een visiedocument ook geschreven intern voor onze jeugdbeschermers. Om ook hen meer info te geven over wat is nou ouderverstoting en wat kan je doen. En dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Wij gaan uit van 3 vormen van ouderschap. Dat is de volgende sheet. Ja, dankjewel. Wij gaan uit van 3 vormen, ook om een beetje een onderscheid te kunnen maken en ook te kunnen kijken van wat moeten we dan inzetten. Je hebt de milde vorm. Dit is vaak in de eerste fase van scheiding. De kinderen zijn dan eenvoudigweg gewoon boos op beide ouders vanwege de scheiding. En de verstotende ouder is min of meer wat passief over de relatie van het kind met de andere ouder. En zal soms iets negatiefs zeggen. Wat het kind kan doen vervreemden op lange termijn, maar dat hoeft niet. Wij spreken wel over de verstotende ouder en de verstoten en de ouder die verstoot. Het is allemaal wat ingewikkelde termen. Maar goed, wat wij zien in die milde vorm is dat deze situatie tijdelijk is. En als je als hulpverlener dan stevige afspraken met de kinderen maakt en het contact met de verstoot ouder kan je dan herstellen. En je kan de ouder die verstoot helpen door het proces te herkennen en in het herstel te ondersteunen. De verstoten ouder wordt dan wel afgewezen door het kind als ze op afstand van de verstoten ouder zijn. Dat is wat we zien. Maar als ze in contact zijn met die ouder, dan genieten ze wel van de relatie met het contact. En dat is de milde vorm. En eigenlijk als je de milde vorm ziet, moet je daar meteen goed op inspelen. De tweede vorm die wij gebruiken is de gematigde vorm. En deze vorm wordt het kind wel al door negatieve emoties beïnvloed. En het kind is zelf dan ook al kritisch en regelmatig negatief over de ouder die verstoten wordt of over zijn handelen. Dit gaat ook wel ten koste van het contact tussen het kind en deze ouder natuurlijk. Het kind kan dan weinig of geen genegenheid laten zien, maar de ouder die verstoten wordt en is teruggetrokken in het contact. En het wordt ook niet respectvol. Het kind is ook vaak niet respectvol tegen de ouder. De sfeer naar de andere ouder is vijandig. Als je deze vorm wil keren, dan heb je echt al stevige professionals nodig om het proces ten goede te keren. Omdat het kind dan al meegaat in de emotie van de verstoten ouder en zich ook negatief gaat uiten over de andere ouder. En wanneer het kind dan in contact is met de ouder, is wat we zien in deze vorm, althans we gaan vanuit, dan is het kind al meer teruggetrokken. En de meest ernstige vorm, en dat is een vorm die wij toch wel vaak zien, is dat het kind keihard weigert om naar de verstoten ouder te gaan. En is ook vasthoudend om geen contact te hebben. Hij verstopt zich soms en hij loopt ook weg om de andere ouder te vermijden. En dit soort situaties is het heel erg belangrijk om het kind goed te volgen en te begeleiden. En er is een belangrijke rol ook weggelegd dan voor ouders in een netwerk. De problemen moet je erkennen en gevoelens die het kind ook doormaakt. Je moet met kinderen praten. Kinderen hebben echt iemand nodig voor zichzelf en die gesprekken moeten vertrouwelijk kunnen zijn. Het kind moet echt het gevoel hebben, deze persoon is er voor mij en het wordt niet gebruikt in gesprekken met mijn ouders. Je moet proberen het kind wel uit de strijd te houden en de verstotene ouder moet zeker aangesproken worden. Meestal hangt deze ernstige vorm ook samen met psychopathologie en boosheid bij de verstotende ouder. En je moet er zeker rekening mee houden als je hulpverlening inzet. Mag naar de volgende sheet. Wat in elk geval heel belangrijk is, als een kind zegt, ik wil mijn vader of moeder niet zien, dat bij iedereen de alarmbellen gaat rinkelen. Want een kind zegt dit namelijk om zichzelf staande te houden in de situatie.
om de juiste vervolgstappen te zetten, is het noodzakelijk ook om aan de hand van zoveel mogelijk feiten te onderzoeken aan welke vorm van afwijzing sprake is. De afwijzing als gevolg van beïnvloeding van de verstotende ouder, of is de afwijzing gerechtvaardigd? Dat is ook een hele ingewikkelde, is de gerechtvaardigde afwijzing. En dat onderscheid moet je goed proberen te maken. Soms wordt het argument van ouderverstoting gebruikt door een mishandelende ex-partner om daarmee de andere partner onder druk te zetten en omgang te eisen. Er zijn in Nederland voorbeelden van beschuldigingen van ouderverstoting met het doel van een ex-partner om kost wat het kost macht en invloed te krijgen op de relatie met de kinderen. En soms uit te spelen en een wicht te drijven in de relatie van de kinderen en de andere ouder. Het is dan zo de dominante partner uit deze macht en controle alleen in de relatie met de ex-partner. Daarbuiten maakt hij vaak een rustige, aangepaste indruk. De gevolgen van ouderverstoting en dwingende controle lijken ook heel erg op elkaar. Bij een complexe scheiding wordt huiselijk geweld regelmatig ook over het hoofd gezien. Weet je, als beide partners schelden en slaan, is er van machts in machtstermen sprake van gelijkheid. Maar er kan ook sprake zijn van eenzijdige geweldspatroon. Dus met één duidelijke agressor. Machtsongelijkheid kan blijken uit het feit dat één van de partners ook sterk domineert. Dit kan gepaard gaan met fysiek geweld, maar soms ook alleen met psychische terreur. Bijvoorbeeld door middel van intimidatie, controlerend gedrag of dreigementen. Degene die het geweld ondergaat, komt steeds meer in een fuik terecht en wordt steeds minder weerbaar. De kernvraag in dit soort situaties is dan ook, wie doet wat bij wie? En wat is daarvan de impact? Bij een dwingende controle kan je spreken van, kun je denken aan herhaaldelijk rechtszaken aanspannen, klachten indienen en polariserende procedures voorstellen. Isoleren, contact verbieden met grootouders, andere ouderen, dreigen met geweld, zelfverwonding, moord of suïcide. De andere ouder in een kwaad daglicht stellen bij de rechtbank, bij de school, etc. Zij doet mij dit aan of hij doet me dit aan en ik mag mijn kinderen niet meer zien. Zorgen over mishandeling als beschuldigingen interpreteren. Geweld gebruiken en dreigen met geweld. Kinderen uitspelen en negatief beïnvloeden. Ik denk dat we ze allemaal wel herkennen bij de dwingende controle. Maar wat wij ook zeggen, laat de kinderen niet beslissen. Wat het kind vertelt is niet altijd de objectieve waarheid. Neem de woorden serieus. Althans, neem de woorden als uiting serieus. Maar probeer de betekenis ervan te begrijpen en die betekenis wel mogelijk met ouders te delen. Want luisteren naar de stem van het kind is niet zijn wensen overnemen. Ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van een psycholoog volgens mij uit Amerika die zei, the voice of the child is not always the choice of the child. En wat je doet in de gesprekken met kinderen is kinderen ook vragen naar concreet goede herinnering met de verstoten ouder. Bijvoorbeeld denk aan maaltijden, ritjes in de auto, vakanties, familiebijeenkomsten. Blijf je steeds afvragen wie de informatie over de verstoten ouder verstrekt. Praat niet alleen met de ouder waar het kind woont. Een kind is namelijk altijd loyaal aan zijn ouders. Als een kind een ouder verstoot, is daar ook altijd een reden voor. Als een hulpverlener kun je dit onderzoeken, bevragen, betwijfelen en proberen ook om te reframen. Wat belangrijk is, is dat je het herstel van contact moet zo snel mogelijk op gang komen. Een korte periode van geen contact. Zeker als je in de eerste fase zit van ouderverstoting, dat kan uiteindelijk leiden tot totale verstoting. Eventueel kan je het kort begeleiden om contact te observeren, maar zo snel mogelijk normaliseren. Met begeleid contact geef je namelijk de boodschap af aan het kind dat de verstoten ouder niet veilig is. Want er dient immers begeleiding nodig. En je wordt daarbij dan ook eigenlijk een verlengstuk van de verstotende ouder. We moeten zo snel mogelijk terug naar de normale regeling. Het kind is ook het meest gebaat, vinden wij, bij een regeling in de thuissituatie met de verstoten ouder. Zodat het kind ook weer een onderdeel uit kan maken van het normale leven in dat gezin. Op deze manier heeft het kind ook de mogelijkheid om een band op te bouwen met de verstoten ouder.
Wij vinden wel, als er sprake is van een matige en ernstige ouderverstoting, dan gaat het dus vaak samen met pathologische verstrengeling. Dit is op zich behoorlijk problematisch, omdat deze pathologische samensmelting ook lijkt op een gezonde hechting. Een hechte, liefdevolle, gezind kind-ouderrelatie. Wat er dan wel gaande is, is dat deze ouder vaak niet in staat is om vanuit zijn eigen persoonlijkheidsproblematiek de behoeften van het kind boven die van hemzelf te stellen. En dat is natuurlijk weer behoorlijk een impact op het kritisch denkvermogen, het autonomie, maar ook de individualiteit van het kind. Wat kunnen we? Wat we altijd moeten onderzoeken, we kunnen er inderdaad naar de volgende hoor. Sheet 5, als het kan. Ja, dankjewel. Wat kunnen we? Wat we sowieso altijd moeten onderzoeken, is het oude verstoting of gerechtvaardigde afwijzing. En dat is natuurlijk een ingewikkelde, vanwege de gerechtvaardigde afwijzing is wel als een kind getuige is geweest van huiselijk geweld in de relatie. Of zelf is misbruikt, dan noemen wij dat een gerechtvaardigde ouder, dat het kind gerechtvaardigd de ouder niet wil zien. Is dat niet aan de hand, dan moeten beide ouders aangesproken worden en moeten we in gesprek gaan met ouders. We dragen uit naar ouders dat ieder kind recht heeft op contact met beide ouders en dat wij het een taak van ouders vinden dat zij verantwoordelijk zijn om het kind, om hun eigen kind de ruimte te geven om het contact met de andere ouder aan te gaan. En dit is eigenlijk ook ons advies aan hulpverlening, ook in het voorliggend veld, om dit uit te dragen dat de kinderen twee ouders hebben en dat de tijd die ze bij beide ouders aanwezig zijn ook verdeeld moet worden. En dat ouders met elkaar afspraken moeten maken over de verzorging en opvoeding. Ouders moeten ook meewerken aan de regeling. De beschikking die wordt afgegeven door de rechtbank moet je opvolgen. Dat is voor geeft houvast. Dat geeft voor iedereen houvast. Voor de hulpverlening, maar ook voor ouders. We moeten ouders ook opdragen dat zij hun kinderen vertellen dat de afgesproken regeling een feit is. Dat zij als ouder hier ook naar moeten handelen. We moeten benadrukken dat zij emotioneel dit uit moeten dragen naar hun kind. En psycho-educatie aan ouders en kinderen is gewoon noodzakelijk. En ook aan het netwerk. Wij zien bij de jeugdbescherming, wij noemen ouderverstoting toch wel een psychische kindermishandeling. Als ouders zich bewust of onbewust bijdragen om de emotionele druk en het innerlijke conflict van het kind aan te wakkeren, moeten ouders hierop aangesproken worden. En het is dus eigenlijk aanleiding voor instanties om dan een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. Ouders hebben natuurlijk zelf, het verhaal van ouders is heel erg belangrijk. Meneer Van Leuven, Kees vertelde het net ook al, dat je een tijdlijn moet maken om er ook achter te komen wat er onder ligt. Wat het geschiedenis is van een verhaal, zowel van ouders en van het kind. Dat kan heel erg helpend zijn om verder te komen, verder stappen te zetten. Het is belangrijk dat je kinderen ook van de troon afhaalt, zoals wij dat noemen, en dat niet kinderen het besluit nemen of ze wel of niet naar een andere ouder gaan. Dat is namelijk een keuze die de kinderen niet kan geven. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om te zorgen dat kinderen contact kunnen hebben met beide ouders. Alle feiten die wij opdoen, die wij krijgen, ook die een kind ons vertelt, moeten we serieus wegen. Maar wat het kind vertelt is dus niet altijd de objectieve waarheid. En dat moeten we wel in ons achterhoofd houden. Dus nogmaals, the voice of the child is not always the choice of the child. Wat nog meer belangrijk is. De volgende alsjeblieft. Wat nog meer belangrijk is, is ook de houding. De houding van de jeugdbescherming. Voor ons is dat ook best ingewikkeld. We hebben een regiefunctie. En wij voeren de regie uit. En wij
zijn niet echte hulpverleners, maar moeten wel veel hulpverlening inzetten. De houding die wij aanmeten is toch wel vooral duidelijk, geduldig, standvastig en vooral bezig zijn met emotionele veiligheid van het kind en kaders aangeven. De hulpverlening op systeem is vaak, ja, wat wij belangrijk vinden is dat de hulpverlening is op het systeem. Het systeem gericht op dat de psycho-educatie gegeven wordt. Dat er ruimte voor het kind is om contact te hebben met beide ouders. Maar er is ook echt individuele hulp nodig voor ouders. En dat is gericht op acceptatie dat de situatie is zoals het is. Het geven van emotionele steun. Maar ook persoonlijkheidsonderzoeken bij ouders kunnen helpen. En ik weet, het is nogal een theoretisch verhaal. En theoretisch weten we het altijd heel goed te vertellen. En klopt het ook. Maar we weten ook dat de praktijk weer barstig is. Meneer Van Leuven is zelf rechter. En die, als ik kijk naar de theorie in het burgerlijk wetboek. Ik ben dan geen rechter, ik ben geen advocaat. Maar er staat heel duidelijk dat als je het ouderlijk gezag hebt. Als het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen. Dus theoretisch is er eigenlijk al best wel veel basis, maar de praktijk is zo weerbarstig dat wij met z'n allen daar redelijk onthand van raken. Voor ons is de wet wel een steuntje in de rug, dus wij gebruiken dat ook graag om stelling te nemen. En als we het hebben over preventieve tips, dat is de laatste, en dan zal ik mijn mond verder houden. De preventieve tips is om ouderverstoting zo vroeg mogelijk te herkennen. Wees alert op de milde signalen. Als een kind zegt, ik wil niet naar mijn ouder, dan moet je alarmbellen al gaan rinkelen. Omdat kinderen, er is altijd iets aan de hand als een kind zoiets zegt. En waar het dan zit, dat moeten we met elkaar onderzoeken. En normaliseren. En wat ik laatst hoorde, vond ik een hele mooie zin om mee af te sluiten. Bedenk dat je het kind wel uit de familie kan halen, maar de familie nooit uit het kind. En daar wil ik het bij laten. Er zijn nog een paar vragen binnengekomen voor jou, Willy. Oké. Die wil ik graag stellen aan jou. Marloes Winkels die vraagt van, continu wordt gezegd dat beide ouders er niet in slagen om goed ouderschap af te stemmen na een scheiding. Maar als al snel blijkt dat het steeds dezelfde ouder is die niet meedoet. Herken jij dat? En dan gericht op het ouderverstoting? Of op de... je hebt op een gegeven, wat wij merken is dat op een gegeven, ouders een lang traject doormaken voordat ze bij de jeugdbescherming terechtkomen. En wij op een gegeven moment, wij beginnen altijd inderdaad met ouders. Hè. We spreken altijd eerst over ouders. En wanneer je op den duur ziet dat een van de ouders telkens afhaakt, dan probeer je erachter te komen. Wat is de reden dat deze ouder steeds afhaakt? Maar dan gaan we wel ook daarin... soms andere adviezen geven aan de rechtbank, omdat we merken dat één ouder juist voortdurend het traject verstoort. Maar dat is in de algemene complexe scheidingszaken, zien we dat heel vaak. Dan heb ik een vraag van Esther van Haren. Welk advies kun je de verstoten ouder geven? In de praktijk hoort ze vaak dat ouders wel gelijk hebben op papier. Dus inmiddels van allerlei uitspraken van de rechter, maar dat de kinderen toch het contact blijven weigeren. En je kunt op een bepaalde leeftijd de kinderen niet meer dwingen. Dus wat zou je dan nog kunnen doen? Ja, en ik denk dat je daar precies het dilemma te pakken hebt waar wij tegenaan lopen. Want als kinderen een bepaalde leeftijd hebben, en soms snap ik kinderen ook wel als ze 15, 16 zijn. En ze zitten al jarenlang vast in het conflict tussen ouders. Dat ze in die periode van hun leven zeggen, voor mij hoeft het allemaal even niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Deze kinderen willen hun eigen identiteit ontwikkelen, hebben een heleboel andere interesses. En staan dan nog steeds klem. Het is voor de ouder die met lege handen achterblijft. Want zo zie je dat. Zo wordt dat dan ook gezien. En zo voelt dat ook voor deze mensen. Het is vooral belangrijk dat er hulpverlening komt dan op het gehele systeem. De verbinding tussen de ouder die buiten spel staat en het kind moet hersteld worden. En de andere ouder heeft ook een hele grote taak. Want die heeft de taak om te zorgen dat het kind gewoon contact kan hebben met zijn vader of moeder die hij niet meer ziet. Dus
hulpverlening op het systeem gericht. Dat is wat wij adviseren. En dat is al ingewikkeld genoeg. Ja, dus want wij vinden het heel moeilijk om de juiste hulpverlening te vinden. Ja, beide ouders hebben hier dus een rol in, zeg maar. Eigenlijk. Absoluut. Vanaf welke leeftijd ga je in gesprek met een kind? Volgens mij kan je vanaf een jaar of 6, 7 al wel in gesprek met het kind. En daarvoor misschien wel jonger, vanaf 4 jaar. Je kan ook met kinderen door middel van spel. Want echt praten met kinderen is natuurlijk heel ingewikkeld. Dan ga je door middel van spel kan je speltherapie. Als je hulpverlening inzet voor kinderen, dan zou ik altijd kiezen voor speltherapie. PMT. Je hebt ook hele mooie hulpverlening voor om contact te herstellen op een wat spelende wijze. Dat heet Theraplay, kan je ook inzetten. Is dat antwoord op de vraag? PMT, weet ik wat was dat? Psychomotorische therapie. Sorry? Dankjewel. Ja, voor degene die dat niet ja. Ik stel voor dat we nog 1 vraag doen en dat we dan doorgaan naar de volgende spreker. Kunnen jullie ouders meer een dwingend advies geven om de contactregelingen te handhaven, zodra ouders niet op 1 lijn liggen op de gemaakte afspraak hierover? Wat ik dan bij aanvang al zei, en wij vragen altijd of er een zorg- en opvoedregeling is vastgelegd middels een beschikking. Als ze bij ons starten, krijgen ze die vraag al. Als blijkt dat ouders niet op 1 lijn zitten, dan gaan wij ook terug naar de rechtbank. Want het is belangrijk dat u dat is de start namelijk. Je start met de regeling die er ligt. En als die niet helder is, dan heb je allemaal geen basis en geen kader van waaruit je verdere stappen kan zetten. Ja, dus de kaders worden door de rechtbank gezet? Okay. En dat is heel belangrijk. Zeker in dit soort zaken heb je de rechtbank heel hard nodig om piketpalen te slaan waar wij tussen kunnen manoeuvreren. Dankjewel voor je antwoorden. Misschien dat we na de afloop van alle presentaties nog wat vragen hebben. En die zullen we dan ook nog beantwoorden. Dan gaan we door naar de volgende spreker. Dat is Sanne Abrahams van de gemeente Hilvarenbeek. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Sanne Abrahams en ik werk bij gemeente Hilvarenbeek. En Martijn is even mijn presentatie nog aan het klaarzetten. Ik werk bij gemeente Hilvarenbeek, maar doe ook een aantal projecten binnen de regio Hart van Brabant op het gebied onder andere van scheiden en huiselijk geweld. Iedere gemeente heeft natuurlijk zelf een verantwoordelijkheid in de aanpak van complexe scheidingen, in de aanpak van scheiden, om schade bij scheiden zoveel als mogelijk te voorkomen. Maar wij werken hier in de regio ook nauw in samen om eenduidigheid richting inwoners te realiseren. En innovaties ook in het belang van de kinderen. Hij mag naar de volgende, Martijn. Dat is een mooie huisstijlsheet en dan mag je ook meteen naar de volgende. Wij vinden het belangrijk om schade bij scheiden zoveel als mogelijk te voorkomen. En wij hebben gesprekken gevoerd met kinderen, ouders en jongeren, wat zij dan precies nodig hebben. Hè. We hebben natuurlijk de oproep gekregen om een scheidingsloket in te richten. Maar hoe doe je dat dan zo goed mogelijk vanuit het perspectief van het gezin? En daar hebben ze allemaal een andere behoefte in. En één project dat we hebben opgepakt is de inrichting van een digitaal scheidingsloket. Het motto daarin is, als je uit elkaar gaat, start dan op alsjeuiteltekaargaat.nl. Is ook zeker een aanrader om even op te kijken. En wat wij merkten is dat ouders heel erg de behoefte hadden om op een onafhankelijke website. Zij gaven zelf ook aan dat dit een website van de overheid is, van de gemeente is, naar informatie te zoeken van, hey, ik ga uit elkaar, maar wat komt daar dan bij kijken? En wat moet ik doen in het belang van mijn kinderen? We hebben dit dus met input van ouders ingericht en we hebben daar een checklist aan toegevoegd. Je kan een standaard checklist downloaden, maar je kan ook een checklist op maat maken. En uit de analyse blijkt dat vooral die pagina heel erg populair is. Dus ouders hebben toch wel heel erg behoefte om een soort van overzicht te creëren. Op dit moment hebben we een gemiddelde van 300 bezoeken per week. En worden er zo'n 3 profielen op onze website aangemaakt. Dus we zijn er ook echt groeiende in. En het komende jaar willen we ook aandacht voor samengestelde gezinnen op de website. Dus daarin uitbreiden. En de pagina voor kinderen willen we ook nog meer aandacht geven. Want dat is eigenlijk wel de belangrijkste pagina die we hebben.
Daarnaast is er ook vanuit de beroepskrachten de behoefte gekomen om een pagina te maken waar beroepskrachten eenduidige informatie kunnen vinden. Onder andere over allerlei werkvormen, over de laatste ontwikkelingen, om ook gezamenlijk meer eenduidigheid te creëren en ook kennis te delen. En die pagina die, is in ontwikkeling en hopen we in 2021 ook te lanceren. Neem een kijkje op de website en als je nog aanvullingen ook hebt, geef die ook door. Want de website is nog niet af en er kan altijd input geleverd worden. Dus ja, wij zijn heel erg nieuwsgierig of ze nog dingen beter kunnen of anders kunnen. Mag je naar de volgende, Martijn? Want als je bij ons digitaal schijnsloket geweest bent, dan hebben ouders de behoefte om, om ergens ook naartoe te gaan en eenduidige informatie te krijgen. Nou, er is een netwerk als je uit de Kara.nl. Dat is eigenlijk een vervlechting geworden van twee netwerken die al bestonden. En dat is het netwerk Wijzer Scheiden, waar verschillende organisaties bij betrokken waren. En het netwerk wat zichzelf de Scheidingsstraat noemde. Nou, dat netwerk hebben we samengevoegd. Er zitten veel jeugdzorgaanbieders bij. Ook de advocaten zijn daarin vertegenwoordigd. We hebben daar een heel erg diverse club. En het komende jaar willen we dat netwerk ook versterken. Dat netwerk is bedoeld om kennis met elkaar te delen, om innovaties met elkaar, innovaties met elkaar op te zetten en beter zicht te krijgen. Wat werkt nou en wat moeten we daarin samen doen? En wie heeft nou welk talent daarin? En kunnen we daar ook het beter op organiseren voor onze kinderen, onze jongeren en onze ouders? Dus het komend jaar willen we dat versterken. Dat betekent niet dat we dat gaan formaliseren en allerlei convenanten willen ondertekenen. Maar wel dat we gaan kijken, hey, als jij je aansluit bij dit netwerk, wat lever jij dan aan meerwaarde en welke meerwaarde levert het netwerk voor jou? Mag je naar de volgende? En verder zijn wij ook bezig in de regio met de ontwikkeling van een aantal risicotaxatie-instrumenten. We hebben gemerkt dat we, en dat heeft ook alles met deze complexe scheidingen te maken, die willen we echt voorkomen en daardoor moeten wij beter de risico's van tevoren inschatten op veiligheid. Dat willen we in het lokale veld doen, maar dat willen we ook beter doen in de sociale wijkteams die we hebben bij de gemeentes en in samenwerking met de jeugdzorgaanbieders. Hier lopen twee projecten op waar we aan het kijken zijn om die instrumenten door te ontwikkelen. En de ene is de familiescan waar we mee bezig zijn. En de tweede instrument die we willen doorontwikkelen is CASE. En het doel is dus om de veiligheid beter in te schatten, maar ook om meteen al betere en passende hulp in te zetten die echt past bij de behoeften van het gezin. Mag je ook naar de volgende? Ja, we hebben natuurlijk Nicole al gezien. Wij zijn heel erg trots ook op de samenwerking met Villa Pinedo. Dus vertel het ook door allemaal, de mensen die kijken, dat we deze samenwerking met Villa Pinedo hebben. Het is gericht op kinderen vanaf groep 7 of 8 vooral, omdat heel veel dingen digitaal gebeuren. Nicole, als buddy, gebeurt heel veel via de WhatsApp. Maar kinderen kunnen zelf naar deze website toe en zichzelf en kunnen daar zelf een buddy regelen. Dus dat is heel erg laagdrempelig, maar het is wel nodig dat we dat dan met elkaar ook vertellen aan onze kinderen en jongeren, dat de samenwerking met Villa Pinedo er is. En wat ik heel erg belangrijk vind en wat de kracht van Villa Pinedo is, is dat wij goed luisteren naar kinderen en jongeren en leren te begrijpen wat hun behoefte is. We kunnen allerlei dingen gaan inrichten met elkaar en aanbod gaan inkopen. Maar als dat niet aansluit op de behoeften die kinderen en jongeren hebben, dan doen we niet de goede dingen. En Villa Pinedo is een van die partners die ons helpt om meer ervaringsverhalen te horen en daarop te anticiperen. Mag je naar de volgende? Wat we ook veel doen is samenwerken op het gebied van psycho-educatie en het organiseren van ouderbijeenkomsten. We zijn gestart met de eerste ouderbijeenkomsten en die hebben we gedaan. Het is heel erg waardevol geweest. Er komen dan verschillende mensen uit het netwerk bij elkaar, zodat wij meer bewustwording en inzicht kunnen geven aan ouders en aan opa's en oma's. Wat er nou bij een scheiding komt kijken. En we zijn daarbij heel erg gericht op het vormgeven van die nieuwe ouderrelatie die er ontstaat. Je moet het samen doen en we willen ouders ook aanspreken op die verantwoordelijkheid om dat samen te doen. En dat ze daar steun kunnen gebruiken bij het netwerk, dat is heel erg vanzelfsprekende. Maar toch vinden ouders dat moeilijk. Hè? Daar rust ook vaak nog een taboe op om dan de steun binnen je netwerk, familie en vrienden te krijgen. Dus daar sturen we met deze ouderbijeenkomsten, geven we daar uitleg over. Hoe doe je dat nu? En hoe kun je nou ook er voor de kinderen zijn?
Dus we willen daarbij ook de betrokkenheid van het eigen netwerk stimuleren. Mag je naar de volgende? Die oude bijeenkomsten trouwens is ook wel goed om te zeggen. Dat is niet een eenmalige actie, maar in samenwerking met de regio Hart van Brabant is het de bedoeling dat we op regelmatige basis in elke gemeente zo'n oude bijeenkomst kunnen gaan organiseren. Het maakt niet uit als die bijeenkomst in Hilvaar een week is, dan kunnen ouders uit heel de regio daar naartoe. Dus dat is niet gebonden aan woonplaats. Sommige ouders vinden het heel erg fijn om lekker anoniem even naar een andere gemeente te gaan. Maar vind jij het fijner om in je eigen gemeente te blijven, dan kan dat ook. Dus dat is ook weer een mooie vorm van samenwerking die we dan in de regio realiseren. En de tweede stap, het laatste project wat ik even wil benoemen, is de ontwikkeling van de fysieke schijnsloketten. Dus naast het digitale geven ouders aan, vervolgens hebben wij heel erg de behoefte om naar iemand toe te gaan. Hè, of voor informatie en advies, of voor hulp en ondersteuning. En via de pagina alsjeuitelkaargaat.nl word je dan bijvoorbeeld doorgeleend naar een fysiek schijnsloket. Als gemeente willen we veel meer sturen dat alle ouders die uit elkaar gaan in ieder geval bij zo'n schijnsloket uitkomen. Onder andere via het project van de gezinsadvocaat, waar Carla daar ook nog meer over gaat vertellen, willen we dat steviger organiseren. Dus zorg en recht meer aan elkaar verbinden, maar ook dat ouders zich bewust zijn dat het oké is dat je hulp inzet en dat je die kan vragen en dat je daarbij niet alleen gericht bent op het juridisch regelen van je scheiding, maar dat er ook de verbinding met zorg en ondersteuning, dat die heel erg laagdrempelig is. De gemeente Waalwijk en de gemeente Hilvarenbeek zijn nu de pilotgemeente met de inrichting van het fysieke schijnsloket. We proberen daar zoveel mogelijk met de diverse innovaties te verbinden die er in de regio zijn. Zo is de gemeente Waalwijk bezig met het project rondom de kindbehartiger. Dat project de kinderen ook meer een stem te geven in het proces. Waalwijk deelt dan die kennis en ervaring met de rest van de gemeentes. En wij zijn bijvoorbeeld binnen de gemeente Hilvarenbeek ook een toolkit aan het ontwikkelen voor kinderen op basisscholen. Dit is een beetje, kinderen hebben dat zelf bedacht, een beetje de vergelijking met de box bij als je zwanger wordt, hè. Kinderen hadden heel erg behoefte om een box te krijgen van help, mijn ouders gaan uit elkaar, wat nu? We zijn in samenwerking met de Fontes dus ook zo'n toolkit aan het creëren. En die willen we dan op basisscholen uit gaan geven, zodat kinderen, als er aangekondigd wordt dat hun ouders uit elkaar gaan, dat ze ook informatie krijgen. Dat ze weten wat hun rechten zijn, dat er een boek bij zit, dat er informatie voor de ouders in zit. Dus dat is ook wel een mooi project waarin we kunnen laten zien dat we veel in die preventie zitten. Er was nog een filmpje, maar volgens mij zitten we best wel aan de tijd. Dus ik kijk ook heel even naar de studio of er nog ruimte is voor dat filmpje. Maar anders kunnen we het filmpje nog nasturen. Dit zijn in ieder geval de highlights die ik eventjes wilde vertellen. Ja, we gaan hem even opstarten. Dus het filmpje gaat komen. Dat is een filmpje die we hebben opgenomen voor de Dag van de Scheiding. Georganiseerd door het platform Scheiden zonder Schade. Wat een stukje vertelt over hoe wij die fysieke scheidingsloketten willen inrichten in onze gemeentes. Ik zal mijn scherm nemen. Mijn naam is Sanne Abrahams en ik werk bij gemeente Hilvarenbeek. Onder andere aan de aanpak van scheiden. Daar zijn we hier hard mee aan het werk, in de regio, maar ook lokaal. Wij hebben namelijk geconstateerd dat er te veel kinderen te veel schade ondervinden van scheiden. En dat kunnen we anders doen en dat moeten we met elkaar doen. We hebben daar verschillende projecten voor ontwikkeld vanuit de bouwsteenveiligheid voorop. En eentje daarvan is de ontwikkeling van een online scheidingsloket. Hiermee zijn we vorig jaar begonnen omdat we merkten dat ouders en kinderen de behoefte hadden aan betrouwbare informatie. En die op een plek te vinden waar ze makkelijk en laagdrempelig naartoe konden. Zo hebben wij een website ontwikkeld waar ouders informatie kunnen vinden over hun eigen scheidingsproces. Maar ook dat ze leren wat ze kunnen doen als hun kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Hoe krijgen kinderen een stem en hoe kan het recht van het kind ook in de scheiding goed gewaarborgd worden? Behalve ons online scheidingsloket werken wij ook aan het fysieke scheidingsloket. En dat betekent dat wij in Hilvarenbeek willen dat ouders hun vraag kunnen stellen daar waar ze zich veilig voelen. Dat kan bijvoorbeeld hier ook op school zijn, bij de IB'er of bij de Joop. Daar kunnen ze hun hulpvraag stellen en zij gaan met de ouders op zoek wat er nodig is om het voor kinderen en de ouders zo goed mogelijk te doen.
Dat betekent dat ze ouders doorverwijzen naar de website of naar onze consulent Scheiden en Ouderschap, waar ze terecht kunnen voor goede hulp en ondersteuning als dat nodig is. Waar we nog zoekende zijn in de regio en ook bij deze lokale pilot, is hoe we nou een triage-instrument in kunnen zetten om te kunnen oordelen welk type hulp nou het beste is voor een gezin. Bijvoorbeeld als ze bij een huisarts komen of hier bij de IB'er, dat zij al kunnen beoordelen wat voor scheiding er gaat komen. Of het een scheiding is waar ouders zelf in hun kracht kunnen staan, of dat het een scheiding is waarbij ze hulp nodig hebben van de jeugdhulpspecialisten of bijvoorbeeld in het voorliggend veld van maatschappelijk werk. Op die manier kunnen we eerder kinderen helpen en hun ouders bij deze scheidingen kunnen we erger voorkomen. Nadat de IB'er of schoolmaatschappelijk werk of de huisarts een inschatting heeft kunnen maken van het type scheiding, kan het ook zo zijn dat er extra hulp bij een gezin nodig is. Dan wordt het gezin doorgezet naar onze consulent Scheiden en Ouderschap. En daar kunnen ze dan extra hulp en ondersteuning krijgen. En dat kan op het gebied van zorg zijn, maar ook op het gebied van financiën en van wonen. Zodat ouders het totaal leren overzien en dat ze kunnen kijken van hey, hoe kan ik mijn scheiding nou zo goed mogelijk regelen in het belang van mezelf en ook van mijn kinderen. Wij hebben verschillende partners betrokken en eigenlijk willen wij in de regio Hart van Brabant alle partners erbij betrekken. Dus van trouwambtenaar tot rechter. Dus we zijn ook bezig in ons netwerk als je uit elkaar gaat.nl om al die partijen een stem te geven en te horen wat hun ervaringen zijn rondom de scheidingsproblematiek en wat zij ook als oplossingen zien. En zo proberen wij in de regio samen te werken aan oplossingen die echt werken voor ouders en hun kinderen. En daar hebben we iedereen super hard voor nodig. Wij zijn gestart met het bevragen van ouders die een ervaring hebben met scheiden, met kinderen en met jongeren die te maken krijgen met de scheidingssituatie. Waar zij nou precies behoefte aan hebben. We hebben verschillende sessies georganiseerd. We hebben ouders bij elkaar geroepen. We hebben jongeren in het jongerencentrum bij elkaar gezeten. En we hebben daar met elkaar gewoon een open gesprek gehad. Wat ging er nou goed in de scheiding van jou met je ouders? En wat kan er beter? En wat heb je echt gemist? En kinderen, jongeren en ouders hebben daar echt open antwoorden op gegeven, waar wij als gemeente heel veel aan hebben. En ik denk als we daar met oprechte aandacht naar luisteren en naar handelen, dat we echt met elkaar stappen kunnen zetten in de aanpak van scheiden. Een bijzondere ontwikkeling verder is er ook in de regio dat we werken met kindbehartigers. De pilotgemeente Waalwijk heeft daar 2 mensen vanuit hun toegangsteam toe getraind om zo ook echt te zorgen dat kinderen een stem krijgen in de scheiding van hun ouders. En dat ze mee mogen denken en mee mogen bepalen hoe zij de scheiding van hun ouders zien. En ze ook een plekje daar in die fases krijgen. Nou, en de uitdaging zit er maar nu nog in dat we juist een stuk gaan zitten voor aan de scheiding. Dus in de fase van relaties, de uitdagingen die bij het ouderschap horen. En dat we daar als gemeente een beter aanbod op gaan creëren. Op de website hebben we dat nu nog niet staan, maar dat is de bedoeling dat we dat gaan uitbreiden. En ook in samenwerking met consultbureaus willen we ouders beter informeren over de uitdagingen die het ouderschap te bieden heeft. En hoe je daar samen als partners, als ouders, de juiste ondersteuning bij kunt krijgen. Dat is nog wel een winst die we te maken hebben. Daar willen onze fysieke scheidingsloketten echt op in gaan spelen. En die consulent, ouderschap en relaties, die noemen we dus ook niet voor niks consulent, ouderschap en relaties. En die zijn niet alleen gericht op het voorkomen van vechtscheidingen, maar juist op goede relaties waar kinderen recht op hebben. Dankjewel Sanne voor jouw enthousiaste, bevlogen en zo ken ik je als geen ander verhaal en vooral ook die beweging naar de preventiekant die we hier in de regio willen maken. En we krijgen via allerlei appjes en berichtjes kregen we door dat Willy Marinus haar PowerPoint prima te zien was en ze was ook heel goed verstaan. Ze was niet voor iedereen in beeld. Spijtig, we gaan de opnames terugkijken, kijken wat we daarin kunnen herstellen en die krijgen jullie dan. We gaan nu eerst naar onze laatste spreker, ook de beweging naar de voorkant en de pilot van volgend jaar, Carla Goossens over de gezinsadvocaat. Hartelijk welkom, mijn naam is Carla Goossens. Ik ben een van de mensen die de gezinsadvocaat mede ontwikkeld hebben. Dat is eigenlijk misschien niet iets nieuws, er zijn al jarenlang mensen hiermee bezig. Het is voortschrijdend inzicht, maar we zijn nu ook bezig om een pilot op te starten in het Hart van Brabant. En daar wil ik graag iets meer over vertellen.
wat van belang is om te vertellen, is in wezen wat is dan die gezinsadvocaat? Weer terug. Ja, die. Wat is dan die gezinsadvocaat? Het is eigenlijk iemand die een totaal overzicht heeft op alle delen van het scheidingsproces en daaraan gerelateerde zaken, ook waarbij kinderen bij betrokken zijn. En die gezinsadvocaat is regiehouder in één route van zorg en recht en leidt ouders veilig en systeemgestuurd door het scheidingsproces. Hij ontwerpt tailor-made oplossingen in samenwerking met de rechter, met de mediator, met de gedragswetenschapper, met de systeemdeskundige, maar ook met het sociaal wijkteam, en met Veilig Thuis, de Raad voor Kinderbescherming, de Jeugd GGZ en met financieel deskundigen, wooncoöperaties en anderen. Dus eigenlijk een verbindende factor tussen zorg en recht. De praktijk was eigenlijk zo altijd dat er een enorm verschil was tussen de GGZ, tussen mensen die in de zorg zaten of mensen die juridisch bezig waren met een gezin en of de problemen waren op het ene gebied of op het andere gebied. En eigenlijk is die gezinsadvocaat die de brug vormt tussen die twee domeinen. En natuurlijk kan een gezinsadvocaat die hoog gespecialiseerd is niet alleen dit doen. Die kan ook samenwerken met de gedragswetenschap. Die kan ook een duo-rol vervullen. En vooral zal hij ook ingezet worden bij de moeilijke problematiek. Om te voorkomen dat zaken voorkomen uit de hand gaan lopen. Dus het is een samengestelde zorg. En het team wordt aangestuurd dus door de gezinsadvocaat. Multidisciplinair. Dus het is altijd een multidisciplinaire wat van belang is. Ook de verschillende perspectieven die in beeld worden. Men staat niet tegenover elkaar, wat in de rechtszaak vaak aan de hand is, maar samen met elkaar om te kijken wat is er aan de hand, welke perspectieven komen in beeld, de ouders, de kinderen, maar ook andere zaken, en dat daar een goede regie op is. Ook contextueel, dus eigenlijk de verschillende instituten, die worden aan elkaar geregen. Want anders is het, je ziet het eigenlijk al in een grote instelling, dat mensen daar al niet dezelfde taal spreken, of de verschillende afdelingen van de afdeling volwassenen of van kinderen, maar dat ook eigenlijk de mensen om de tafel zitten en met elkaar dezelfde taal spreken, en met het doel om een zorgvuldige, nauwkeurige route uit te stippelen met een gezin wat uit elkaar gaat. Toch nog even die cijfers, omdat ik schrik er altijd ongelooflijk van als ik zie wat cijfers doen. Als cijfers zijn plat, maar achter elk cijfer is een kind, is een gezin, is een heleboel leed. En ik denk dat het ongelooflijk van belang is om te kijken naar de behoeften van kinderen, de ontwikkelingsbehoeften van kinderen, hoe zij door een hele lastige fase van hun ouders ook doorheen geleid kunnen worden. Want het zijn enorme problemen die zich ontwikkelen. En hoe kun je voorkomen dat het niet ook in de volgende generatie doorgaat? Ik had een keer, pas geleden, een kind wat vertelde dat als opa of als oma op bezoek kwamen, dat ze om de beurt, dat je altijd zag dat opa rondjes reed totdat oma wegging. En dan kwam de andere opa en oma. Nou, dat zou je niet wens voor niemand. Dus eigenlijk is het van belang om met al die kinderen om naar het ontwikkelingsbelang van de kinderen te kijken. Die aantallen die weten we allemaal, dus graag naar de volgende slides. Ja. Even naar die geschiedenis van de gezinsadvocaat. We zijn eigenlijk al in 2014 begonnen met een aantal deskundigen om te kijken van wat zijn de mogelijkheden om het beter te krijgen voor kinderen. In de praktijk zag je heel vaak dat er een negatieve houding was naar advocaten, alsof advocaten alleen maar probleemmakers waren. En in de praktijk zag ik juist ook advocaten die het heel graag beter wilden, maar zich heel erg onthand voelden, omdat er werd verwacht dat ze aan één kant of aan de kant van de vader of van de moeder stonden. En ook het belang van het kind kwam steeds meer achteruit te staan.
En eigenlijk is zo de klankbordgroep ontstaat. We noemden dat de smiley advocaat. Een advocaat waar een kind blij van kan worden. En we kwamen destijds bij elkaar bij Masha Pinedo. Juist ook om het belang van kinderen steeds weer voorop te laten gaan. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een onderzoek bij de kinderombudsman in 2015-2016. Dat rapport is naar buiten gekomen en is weer opgevolgd door de Divorce Challenge en rechtszorg in plaats van rechtsstrijd. Die ontwikkelingen zijn verder gegaan met enerzijds scheiden zonder schade, maar de gezinsadvocaat is verder weer doorgegaan. Hoe kun je juist met complexe scheiding, hoe heb je daar een antwoord op? Nou, daar is een pilot is gehonoreerd door de Raad van Rechtsbijstand. En dat is nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden. En we gaan dus in 2021 een samenwerking aan met het Hart van Brabant en met rechtbank Zeeland-West-Brabant. Nou, dat moet verder bedacht worden hoe we dat gaan uitvoeren. Maar in ieder geval is er een go van, voor alle kanten. Dus eigenlijk is er toch die stip aan die horizon is helder. Het wordt één route. Nog even terugkomend op het rapport van Mark Dullard was dat. Kindvriendelijke advocatuur. Misschien kunnen we even naar de volgende slide. Ja. Wat ik eigenlijk heel bijzonder vond, was eigenlijk dat de pijn van kinderen. We hebben 306 kinderen werden bevraagd. En deze kinderen zeiden eigenlijk van ja, dat mijn ouders uit elkaar gaan, dat weten we, dat kennen we, dat kunnen we verdragen. Maar waarom moet een scheiding zo lang duren? En een scheiding duurt heel lang, want het is niet alleen de uitspraak of inschrijven van de scheiding. Maar die strijd gaat zo ontzettend lang door. En dat wil je voorkomen. Er werd ook aan de kinderen gevraagd hoe zie je dat, de rol van een advocaat? En er was eigenlijk geen één kind wat wilde dat één van beide ouders een advocaat had. Dus eigenlijk gaven zij die systemische blik al aan. En zij wilden eigenlijk een advocaat voor het hele gezin. En er werd ook gevraagd, wil je dan een advocaat voor jezelf hebben? Dat was ook zo'n vraag. En toen zei ze, en dat was dus 41% van de kinderen. Dus de meeste kinderen willen een systemisch werkende advocaat. Nou, die een advocaat voor het kind zou je kunnen zeggen, dat is misschien wel de bijzondere curator. Uit 10 namen kwam eigenlijk de gezinsadvocaat er als eerste term uit. Dus term hebben we gewoon aangehouden, zo praktisch als wat. Dus dat is de visie van de kinderen. Goed, even iets naar die spin in het web, is dus die gezinsadvocaat. En die reikt al die domeinen aan elkaar. Dus die voert niet overal zelf uit, maar die heeft wel overzicht. Die coördineert als het nodig is. Maar dus mensen uit de zorg, maar ook mensen uit het recht naar een mediator. En als het nodig is dat er een uitspraak is van een rechter, dan is er een heel kort lijntje met een rechter. Die sluit aan, misschien wel aan tafel, en kijkt en heeft een gesprek met het gezin, met de ouders. En krijgt in ieder geval de stukken, als die er nodig zijn, heel compact aangeleverd. We hebben in Nederland dat alleen een advocaat naar rechter kan. Dus op deze manier kunnen we dat heel goed vormgeven. En dan kunnen de mensen, de kinderen, kunnen weer verder aan het werk met een aantal aanwijzingen. Ja, dat is dus de route van de gezinsadvocaat. We hadden een beetje het beeld van, het is een stappenplan, het is een busroute. En sommige mensen kunnen zo heel snel naar het eindstation. Maar er zijn ook gezinnen die een aantal stops moeten maken, die een stukje behandeling nodig hebben, waarbij de kinderen speciaal begeleid moeten worden, of waar wat anders aan de hand is. Dus het aantal stops waar wat moet gebeuren, is per gezin verschillend. En het kan. Dus op die manier krijg je een snelheid waar kan en een vertraging waar nodig is. En op die manier krijg je ook een monitoring.
En zorg je ook dat iedereen met elkaar in gesprek blijft via de gezinsadvocaat die samenwerkt met de gedragswetenschapper. Dus waar we heen gaan is dat er één aannemer komt, een gezinsadvocaat die vanuit recht en zorg kan werken, die is praktisch mee helpt, proactief, is ook een regisseur en heeft overzicht over alle gebeurtenissen die er gebeuren, kan ook snel acteren, maar kan soms ook even iets achteruit gaan zitten, net wat nodig is, staat naast het gezin en bewaakt de stapjes vooruit, zodat iedereen veilig kan scheiden. En dat is zeker op de eerste plaats van belang voor de kinderen. Ja, dus de gezinsadvocaat is ook een gezinsvertegenwoordiger zelfs voor de meest complexe zaken. Hoe ziet dan die route eruit? Nou, de eerste stap is natuurlijk een intake. En het is ook afhankelijk, dat wordt verder bedacht hier in Brabant. Het is een pilot waar we aansluiten bij wat er al gebeurt. Maar in ieder geval een intake dat er een goede diagnose wordt gemaakt. Wat is er allemaal aan de hand? En soms is het een beschrijvende diagnose. Zijn dingen ingewikkelder dan ze op het eerste gezicht lijken? Nou, dan kun je daarop terugkomen. Is voorzitter ook van het multidisciplinaire team. Regie op het totale proces, zowel zakelijk. Er zijn niet alleen emotionele zaken, maar ook dingen die geregeld moeten worden. Het is een transitie naar vaak twee huizen. Ook het ouderschap moet geregeld worden. Dus de totale afwikkeling. Maar ook het doorverwijzen naar deskundigen en ook dat weer coördineren. Zodat we niet allerlei parallele processen naast elkaar hebben. En in het eerste geval dat je ook nog weer deskundigen hebt die met elkaar in de clinch liggen. In plaats van dat ze allemaal hetzelfde doel hebben en hetzelfde belang hebben. En dat is het mooie. Maar ook het faciliteren van de rechter. Het mooi panklaar aanleveren bij de rechter. De rechter wordt hier volkomen blij van. Die krijgt niet die grote ingewikkelde problematiek. Maar die wordt daarvoor ingezet waar die ook nodig voor is. Dus die faciliteert interventies. Hè, middels een zitting, die rechter. En kan ook impasses doorbreken. Hè, kan het ingevlogen worden. Maar die kan ook een bijzondere curator benoemen of zeggen van ja, hier moet toch een raadsonderzoek komen. En dan heb je ook een rechtelijke uitspraak bij nodig. Ik moest het kort houden, hè? Volgens mij is dit de laatste. De 6 slices mocht ik maken, dus vandaar. Prima. Super. Wij zijn hoopvol. Ja, ik ook. Ja, super dat we dit mogen gaan ontdekken met elkaar. Er komt een vraag, ik weet niet of dat die bij jou thuis hoort, of misschien bij Dilek, van hoe wordt de gezinsadvocaat gefinancierd? Dat is een hele mooie vraag. Het is zo dat mensen nu ook allemaal zelf al advocaten hebben die ook gefinancierd worden. Het idee is eigenlijk doordat er minder procedures zijn, dat het ook voordeliger wordt. Dus, dus geen onnodige procedures en dat het zichzelf betaalt. Er zullen ook toevoegingen zijn. En het idee is ook wel dat die toevoegingsadvocaat meer betaald gaat worden. Hè, want je in ieder geval, je bedient al twee partijen. En wat ook heel mooi is om te noemen dat de orde heeft gezegd van we veranderen onze gedragsregels voor de gezinsadvocaat. Die mag voor twee partijen optreden. Dus, maar dat wordt allemaal nog verder uitgewerkt. Dat is de route die jij schetste, want daar beginnen we mee. Wanneer starten we? Dat is een mooie vraag. In ieder geval, we zitten te kijken in 1 april. Is geen grap, maar daar zitten we naar te kijken. Ik ben beter hoorbaar. Dus 1 april schreef jullie naar het voorbereidingstraject. Start dus dan zeg maar in januari. Ja, kerstreces. Even onder voorbehoud. Ja, dat hou ik niet. Nou, zo kennen we in onze regio ook. Ik denk, we hebben een kans, dus die moeten we krijgen. Daar moeten we mee aan de slag. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je als je zorg en recht wil verbinden, dat je ook goed kennis van elkaar hebt. En wij zijn bij de start van de taalspoor zijn wij gestart met
die bij elkaar brengen, wij ze scheiden. Dat is een scheidingsstraat geworden. Dus een beetje jouw route eigenlijk. Hè? Waar begin je en waar kun je eindigen als het een complexe scheiding wordt? Dat hebben we nu omgevormd als je uit elkaar gaat met alle betrokken partijen. En ja, het is heel belangrijk dat je en zorg en recht elkaar taal spreekt. We zijn mee achtergekomen met elkaar. Maar daar gaat het om. Ja. We gaan ook starten met een gezamenlijke training. Waar de psychologen en de gezinsadvocaat en de rechters bij elkaar komen. En dat iedereen elkaar ook weet te vinden. En dat er vertrouwen is en dat het doel helder is. Mooi. Fijn. En die korte lijntjes, die spraken mij ook heel erg aan. En het inkorten van procedures en kinderen centraal. Ik kan niet wachten. We hebben best wel heel veel vragen. Ook nog, ook met name casuïstiek vragen. Ja, dat is altijd een beetje lastig om dat plenair en zeker online ook te behandelen. Ook omdat straks het terug te kijken is. Wij denken dat het advies en het stuk wat Kees van Leuven heeft aangekondigd, dat hij daar best wel heel veel oplossingen misschien in aanreikt. Daar hopen we uiteraard een beetje op. Maar wij zeggen bij deze ook toe dat we zoveel mogelijk de vragen die gesteld worden over specifieke casuïstiek, dat we die proberen daar een richting in te duiden. Ik wil eigenlijk onze wethouder nog graag op deze kant op hebben. En ik wil Cara bijzonder bedanken. En ik wil al onze sprekers bedanken. En ook voor alle mensen thuis natuurlijk, die tijd en ruimte hebben gecreëerd om met ons dit belangrijke onderwerp te bespreken. We begonnen met een burgerlijk wetboek. En vervolgens kwamen in het tweede deel ook heel veel kinderen en kinderrechten langs. En daar was ik wel blij mee. Want natuurlijk, het burgerlijk wetboek is een basis. Maar voor ons is bij scheiden het kind centraal. Zijn die kinderrechten toch ook gewoon echt van waarheid en moeten opereren. Dus daar kan ik niet nalaten die lekker om in mijn kriekeur, dat ken jij, dat toch wel even te noemen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jou vanmiddag is opgevallen. En waar jij vindt dat we met binnen onze regio Hart van Brabant, als je uit elkaar gaat, waar wij mee aan de slag moeten als eerste in 2021. Nieuwe jaar, nieuwe kansen, nieuwe energie. Help ons. Ja. Nou, dat is een lastige vraag om daar direct antwoord op te geven. Maar als ik even terugkijk op vanmiddag, dan denk ik dat we goed bezig zijn met z'n allen. Dat we het kind centraal willen stellen, ook in de scheidingsproblematiek. En dat we ook met elkaar uitspreken dat, om bij het thema van vanmiddag te blijven, ouderverstoting ook een vorm is van kindermishandeling. En dat we dat niet moeten willen. We hebben verschillende aspecten van het thema vanmiddag ook behandeld. Vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit de problematiek die er al is. Hè, de juridische kenmerken. De gezinsadvocaat. Vanuit verschillende aspecten hebben we ernaar gekeken. Maar ook sociale aspecten. Een ervaringsdeskundige. Ik denk dat dat allemaal heel goed is geweest. Wat mij vooral opviel was ook in het gesprek met Nicole. Ze maakte een aantal opmerkingen. Ze zei... toen ik de vraag stelde van hoe ging het nou, of wat voelde jij nou in dat conflict tussen je ouders? En ze gaf als antwoord, ze hadden geen oog voor ons. En ze waren zo vol bezig met hun eigen problematiek. En dat is volgens mij de kern van alles. We begonnen aan het echtscheidingsloket of aan dit verhaal. Met de eerste sessie in Heldvarenbeek met twee mensen die liefdevol naar elkaar toe kwamen en gingen trouwen met elkaar. En dan komen er dan kinderen en op het moment dat het misgaat, en dan hoeven ze nog niet eens gescheiden te zijn, dan verliezen ze het oog voor het kind wat voor hen zo belangrijk is. En ik denk dat als je mij vraagt van wat zouden we moeten doen, ik zou eigenlijk nog helemaal terug willen naar die voorfase van jongens, let op, jullie hielden van elkaar, jullie gaan uit elkaar. Je kind, dat is het belangrijkste, dat heb je altijd gezegd, dat het belangrijkste is in jullie leven. En als het fout gaat tussen jullie twee en jullie gaan uit elkaar, besef dan wat je doet richting je kind en laat het kind daar niet de dupe van worden. En ook, dat was ook een van de zinnen, ik heb het opgeschreven, dat de opmerking van je kunt de familie weghalen bij het kind, maar niet uit het hoofd van het kind, vond ik echt een hele mooie. Dat ik dacht van nou, dat besef dat moet er vooral zijn en dat besef moet er zijn natuurlijk in de hulpverlening, maar ook bij de ouders zelf. Want ik vind dat wij vooral de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, daarop moeten aanspreken. Dus dit is in mijn beleving dan ook een maatschappelijke discussie die we met elkaar moeten voeren. En dit is ook een thema wat je
naar voren moet halen in de opvoeding en in de gesprekken met ouders. Als het nog allemaal goed gaat, van jongens, let op, want de signalen van ouderverstoting beginnen eigenlijk al in die relatie, terwijl het nog goed gaat, door op een vervelende manier over de andere ouder te beginnen. En Nicole zei daarin ook, dat vond ik ook een hele mooie, de boosheid die ik voelde tegen mijn vader was niet mijn boosheid. Ja. En ja, dat sprak echt, ik kreeg er kippenvel van. Ja, zeker, ik ook. Ja. En dan denk ik van nou, dat besef, dat moeten de ouders hebben. En, en daar moeten we het vooral met elkaar over hebben. En natuurlijk hartstikke mooie initiatieven hebben, dat op het moment dat het fout gaat, dat we proberen nog bij te sturen. Maar het allerbelangrijkste is dat we nog verder naar de voorkant gaan en proberen te voorkomen dat kinderen op die manier te maken krijgen met kiezen. Helemaal mee eens, snap jij. Maar het is zo'n mooie woorden, denk ik, om af te sluiten. En misschien dat ik dan even terug mag grijpen naar wat Sanne zei. Onze ouderbijeenkomsten, daar hebben we proefgedraaid in Waalwijk in november. En daar zijn hele mooie dingen uitgekomen. En dat is vooral het traject. Daar kan iedereen gebruik van maken om ouders aan te bevelen om daarheen te gaan. We hebben ze ook altijd in Duplo, dus ze kunnen separaat van elkaar deelnemen. Soms ook online. Dat is juist om dat bewustwordingstraject waar jij het over hebt, om dat op gang te krijgen. Van wat doet het met jouw kind en hoe wil je? Is een van de vragen die mensen meekrijgen om op de koelkast te plakken, is van als je over 20 jaar terugkijkt met jouw kind en hij en je blikt terug op zijn of haar jeugd, hoe wil je dan dat ze terugkijken? Ja. En ja, dat soort zaken tussen de oren krijgen, bewustwording, dat iedereen daar een rol in speelt, die kinderen opvoedt, dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus daar maken we een planning van voor 2021, om echt een aantal keren per maand een ouderbijeenkomst in de hele regio te gaan organiseren. Nou, nog één opmerking misschien daaraan toegevoegd. Vorige week was het in het kader van de kinderrechtentoerdag, of de week ervoor, ik ben even de datum kwijt, hadden we ook een sessie in Waalwijk op een basisschool. En ik was bij een van de sessies, nou op een gegeven moment ben ik echt de zaal uitgegaan, omdat ik dacht van nou, dit is heel heftig. Ja. En een van de kinderen zei, ze luisteren nooit naar ons. Ze luisteren nooit naar ons. En en op zo'n manier dat ik dacht van joh, waarschijnlijk doen we het allemaal niet, als we ermee te maken hebben. Maar die kernboodschap van... Vanuit kinderen zelf. Vanuit kinderen zelf. Ja. Dat we wellicht dat opnemen en aan die ouders laten zien. Maar ik denk dat we daar nog veel te winnen hebben. Zeker. Gaan wij ook doen. 2021, we zitten vol plannen. We houden jullie op de hoogte. Je kunt inschrijven voor nieuwsbrieven. Dat stond ook in de reminder van gisteren. We hebben de website alsjeuitelkaargaat.nl. En we hebben de website www.zorgenomjekind. Daar zijn heel veel zaken terug te vinden. We gaan jullie volgende week, eind volgende week, denk ik dat het wordt, een verslag van deze bijeenkomst en alle presentaties, zodat jullie ze ook kunnen terugkijken of delen met collega's, krijgen jullie een beeld van ons. Dank jullie wel allemaal dat jullie bij ons waren vanmiddag. Hebben jullie vragen of hebben jullie opmerkingen? Mag altijd naar de taskforce of naar Als je uit elkaar gaat, op beide websites staan mailadressen. Dus graag in contact en tot de volgende keer. En vooral in deze tijd, blijf gezond.